Moet mijn stem even zo. Nou, ik heb ook nog wel een beetje stem over. Ik zie mezelf. Oh, wat goed. Ik zie die nog niet gelukkig. Dat ken men maar. Ja. Ja, en ik heb reclames. Goed zo. Even uitkijken, hè? Ja, wat was er met zeggen? Kunnen we zeggen, bang. Oh, gaat. Zo van niks. Ik heb zelfs een e-mail van nu live op mijn kanaal. Och, wat goed, Jamil. Famen. Nou, we zijn er toch? 154. Mooi. En kijkst. 122 ineens. Ja, 104. Nou, iedereen schijt uit. Iedereen gaat voor. Doe maar uit. Even eens wonen met op. Dat was hem even vandoor. Ja, Doe nou even, joh. Kerel. Een superchat. Kerel. Toe, waarom doe jij niet mee? Oh, MJ, ik... Ah, kijk, dan hebben we de nummer 13 van zijn Balderburen. Oh, en Co. De volgende keer niet weer toeteren als je bij Jelle langs rijdt. Mijn oren zuizen nu nog. Gisteren een machtige dag gehad. Bedankt daarvoor, toppers. Hier zo. Ah, kijk, daar hebben we de nummer 13 van zijn Balderburen. Oh, en Co. De volgende keer niet weer toeteren als je bij Jelle langs rijdt. Mijn oren zuizen nu nog. Gisteren een machtige dag gehad. Bedankt daarvoor, toppers. Ah, MJ, wat leuk. Van der S. Ik ga zo meteen even vertellen hoe wij McCoy de hand schudden hebben. Dat is heel leuk vooral. MJ van der S, als jij in vervolg weer op zijn ballenbuurt bent... Ik had jou kunnen introduceren, sorry. Dan wil ik jou ook graag een poot geven. Ja, nou, ja? Sorry Co, ik had even kunnen introduceren. We komen McCoy binnenkort wel weer tegen. Vast wel. Zo. Maren doe ik ook weer met september. Oké. Okay. Nee, weet ik niet zeker nog. Gids, sorry jongens. Ja, Geert Speelman is lid voor 15 maanden en zegt goeiedag, hem hou is. Ja, best Geert, hartstikke goed. En het broek, 46e, bam. Jouwe. Dankbaar jongens, goed bezig mensen. Nee, wat leuk is, ik kon het gelijk hem zeggen, maar dat was erg leuk. Hendriksen doet ook de 22e moord. Jongens, dank jullie wel. Mooi, en cool, hoe was de trekken? Lekker aan het sproeien best. Oh. Nee, dan gaan ze de dag van de vurnel door. Zijn een golfslagbad van Mark toe. High teed. En vooral Emus, die zit... Nou, zal ik hem vooral vertellen? Emus, nee. Die zat dus in die emmer. Ja. En die zit... En dan is, als Emus erin zit, dan zit het gewicht echt achterin. Dat kun je goed zien. En nou, die zakte hoors met achterwiel door de vaste loog. Nou. Ja. High teed. Maar ik moest net als bij paas in koeien, een lutje 90 meter had ik. Nee, dikke 80. Dikke 80, maar dat was 72 meter nog maar. Dus. Nee, maar jongens, hoe, MJ, die heb ik, die dat was zo leuk. Hij stond bij, nou dat weet ik niet eens. Ach, en Michel Bakker, lid van Neekmaand, mooi even een goede stream, toppers, dankjewel. Joh. Maar ik wil even vertellen hoe ik MJ heb ontdekt. Nou, hij stond bij een koppeltje en hij gaf mij de hand. Ik zei, goeiedag hem. Ik zei, wie bist u? Hij zei, als ik dat nou vertel, als toen de cruise control zijn tientje indrukt, holzetten. Ik zei, ho hem, MJ, jou hoor. Willem Woners, goeiedag hem. Bezig. Jongens, wat een fantastische intro weer, mensen. Ja, dat was leuk. Dat was echt leuk. Echt leuk. mensen, voordat we echt aan het proberen gewoon... Kijk, JJ, de afstand. 72 centimeter en 84 millimeter. Ja, dat dacht. Nee hoor, ik ben hartstikke dik tevreden over de pooling. Dat viel mij niet tegen. Dat stond er nog zo... ja, ik denk... ja. Ging helemaal niet slecht, vond ik hoor. Maar die baan die was gewoon jammer. Oh, die baan was gewoon... Dat was gewoon geploegd land, man. Het was... Nee. Dat komt... Ja, zo leek het. Ja, nee. Je wist het niet waar je heen moest wezen. Nee, dat klopt. Maar dat komt... Simon, dat nog is... even... Nou, goeie jaar. 31e morgen. Ga verder, Co. Dat is heel jammer. Dat had ook niemand van tevoren zo kunnen bedenken. Die baan is opgebracht door leemgrond. Ja. Er is 1,5 meter boom opkomen. En ja, dat leem... Dat komt geen volg door hem, maar dat riest er ook niet. Nee. Echt stief. Het was gewoon, je reed over veengrond heen. Ja. Je zag gewoon voor je gewoon de grond golven. Ja. En dat was jammer. We hadden liever wat een hardere boon had, want dat was voor het profiel van mijn baantjes beter geweest. Ja, wees. Maar desalwel te plus, ik heb zeer genoten van de dag. En ook de trek op zich hoor. Ik zat er zo overheen dat ik niet te hard voort moest rijden. Maar ik denk, als het mij uitgaat, dan heb je verloren. Als het, ja. En als het mij slipt, dan kon je niet verder. Nee. En hij begon te slippen op 3 banden. Dus dat was op zich niks mis mee.
Daar was ik wel over tevreden. En ook Guido van der Eijk zie ik in de chat. Ja, die was er ook. Die was er ook met Lutje Kiet in de kinderwagen. Ja hoor. Hartstikke leuk. Ja, en Pat ook, hè? Pat was er ook. En we gingen hem kijken wie er allemaal meer waren. J.J. van der Laan, die was er ook. Carnello heb ik ook nog gezien. Rolf J.D., die was er zelfs. Ja. En even zien wie ik nog meer zie. Harms Farming zag ik net ook in de chat. Harms Fabs. Was er ook. Oud Beem was er ook met Bootje. Zekers. En Tegers Truk was er ook. En jou hoor, wie hebben we in de chat? Bart Dijks. Met zijn zoontje was er ook. Hartstikke vol in uniform. Een Emuze Co-pad. Christian 1210 was er ook. Christian 1210 was er ook. Ja, echt superleuk. De enige grote gemis die ik had gisteren was Jappie Turbo. Hij was er misschien wel. Hij was er wel. Maar ik heb hem niet gesproken. Maar zou mij beginnen met Thijs Corrus, was die er ook? Geweldig druk en gezellig en zo. Nee, was Thijs. Was toen er ook, Thijs? Thijs was er, van die Sanne Dikke Jezus B-show wil ik voor hem regelen. Of verdikke me, ja. Ik heb die niet zien, Thijs. Nou. En, nou ja, er waren echt veel kijkers en ook Emus & Co. kijkers die bij ons even goeiedag kwamen zeggen. Het was erg leuk. Mensen, we doen toch even een intro, want dan wil ik toch met beginnen. Go, en dan gaan we een bieder in de nij. Ja, dan gaan we bieder in doen. Ja, dag! Dit ben ik, Buse Co-Shot. Aan het stream. Met de Legend 06. En de Jelle Day Speaker. Farming Simulator. Op de zondag om. Over touw door de week. Joh, het is besloomd. Gas. Gas, mion. Gas. Gas, mion. Gas. Gas, mion. Dit ben ik. Zo. Daar ben we. Daar ben we. En Thijs Corrus die zegt, ik die wel, prominent op de baan. Nou, padjaan dood die Thijs. Jammer, wat niet heb gesproken. Guido zegt, er stond ook nog een servicebus bij de JCB, of niet? Was dat een bakkerbus? Oh, dat kan bakkersbus zijn. Want ja, die had ik door de meer zet. Ja. Christian, dankjewel voor je opmerking. Ik moet nog even de Max-bot aanzetten. Petter heeft 5 lidmaatschappen aan Emus & Co. gedaan. Wat is dat? Er is even een door de superchat. Succes, John. Ik heb een pedalen voor de zijdekstbeurt. Ben dus weer schrik ook weer. Heb de schrik er ook weer. Nou, maar Petter, wat heb jij gedaan? Succes, jongs. Ik heb de pedalen voor T-Sitec geburn binnen, dus de skik er ook weer van P. Ah, oh, leuk. Oh. Hé, hey, maar Petter. Hoe heb je dat gedaan, Pet? En wie is nu lid? Oh, Roy. Nieuw lid. Tom, Robin Maas, Foppe, Kian en Roy Dijkstra. Hompa. Ja, dat komt allemaal voor elkaar. Ja, meen je niet? Ja. Ja. Leuk, ja. Nou. Dat is dus nu wel hompa, Europees. Hompa. Ah, Petter. Gewoon op een knopje drukken, zegt hij. Leuk. Hompa. Surprise, ah, kill. The kill is live. Hompa. Oh, dit is niet... Ah, kill. Yes, ik ben lid, zegt Tom. En meerdere, Robin en Foppe. En, ah jongens, wat leuk. Machtig. Hoe kreeg het verder komen, Ja, Ted? Ik wist... Ik het broek! Ah, het doet het broek! Oh, nee. Het wordt twist 2.0 jezelf. We got a hypertrain! Verder Hansma, Deutschen 86, Jappie Turbo, Maat Dannefield, Nick Wesseling. Wie. Ik heb de woordenmap op mijn bril zitten. Verder Deutsch, Jappie Maarten en Nick Wesseling, dankjewel. Nou, daar hebben we ze. Nou, ik kom zo even uit de diep. Wie komt nou naar Bijtblad? Dit was Nick Wesseling en dan zal Maarten Dardeviel er komen. Hompa. Ja! Ja, la. En dan nog Jappie Turbo. Huh? Cheer, Leistra is ook welkom bij Emus & Co. En cheer, speciaal zelfs. Ach, kerels. Dat kan dus nu. Hompa. Ah.
Dankbaar, dankbaar. Superleuk. Rolf J.D. die denkt... Hoempa, hoempa. Wat is dit nou dan? En Christian heeft er ook 5. Nee. Hoempa, hoempa. Ik heb gewoon een verkazing. Rolf J.D., Guido, Angela, Randy en Hendrik de Roos. Goed bezig. Ah, oh, dit is toch leuk. Ben je in actie? Ja, ben je in actie. Oh, kill. Rolf, Guido, Angela, Randy, Hendrik de Roos en ja, heb ik ze gezegd? Tegers terug door Superchat. De sticker! De sticker! Wauw, wat gebeurt er, Marco? Nou, het is voor ons ook even de eerste keer. Hoempa, hoempa. Het lijkt wel Twitch en Hartman verlengd op Twitch met 20 man. Hoempa, hoempa. Kills. Nou, mensen, wat leuk. Hoempa, hoempa. Hey Guido. Guido was gisteren ook op Trek en Trek. Ja. Heeft nu een lidmaatschap gekregen van Chris, denk ik, hè? Ja. Oh man, wat leuk. Graaf zeg. Nou jongens, jeetje. Nou, ik vorige keer dacht ik dat het ook bij ons al zover was, maar dat was niet zo. Ik zag het al wel een keer in een andere streamer op YouTube, maar nou, jeetje. Dankjewel. Wat gaan we doen, hè, Buus? Ik gewoon klaar. Ah, ik wil even een shout-out voor de man onder in de chat, Renze. Een boon. Jij heel, heel, heel erg bedankt, lieverd. Ik zal een verhaaltje vertellen. Ja, vertel hem, vertel hem. Ik kwam Renze tegen en ik wil bang, spannend, zwaaien. Ik zei, moet even, nou, even dit en dat. Ja. En, ik zei, lid me ook wel mooi, hè. Even weer met doen. Ja. Nou, zei Renze, doorstaat de trekker. Door, oh, Sander van Klink. Het lidmaatschap geüpgrade naar de Musico Speciaal. Ja hoor. Jongens, hartstikke leuk. En nou, hij zegt doorste trekker. En ik ga een bier, de groet. Ik zeg, dat hoeft niet. Ja, nee, neem maar met en ik ga lekker aan bier. Jasper Zier door de superchat. Van 5 zegt goeden Eemus. Goede Eemus en Beunhoorzen. Nou, even zeg, joh. Worden ze suckersfabriek? Dat was wel even leuk van Renze Boom. Maar het mooie... Oh, Jasper Zier, wacht even, jongens. Hallo? Ja? Ja? Goede Eemus en Beunhoos. Goedendag. Jongen. Nee, maar wat wel leuk was... Renze die had dus daar de trekker gunt om te trekken, ja? Ja. En... Ik zag het gebeuren, maar ik zette net mijn trekker even te plak. Oh, ik was in mijn band weer even terug aan het oppen. En toen reed toen net bij mij langs. Dus ik had wel deur, dat is toen je in die trekker zat. Maar die speaker niet. En die zei dus, Renze Boon is nu aan de beurt en dit en dat. En komst toen langs de geluidswagentje rijden. En één keer, koos je hart niet in de trekker. Ja, wees. Hoe dan? Gewoon gaas. Mooi man. Ja, we zijn macht. René van der Wiel die zegt al, Renze mogen om 2 uur al nooit meer rijden. Ja, daar heb ik niks met ze maken. Ja, maar zo lief. Goedenavond, Leemse Co. Nog wat begin. Nou, wat een begin van de stream. We zijn er weer klaar voor. Wordt vast een super aan. Ja, tuurlijk. Ik heb nou al geen stem meer. Ja, ik heb altijd problemen als ik soms wat langer blijf hangen, zeg maar, in zo'n feesttent. Ja. Dan verlies ik mijn stem door. Roar is dat, hè? Ik snap hier er niks van uit. Het ligt vlakbij de kluts, denk ik. Ja, ja. Ik heb al op handen en knijden door de hele tennenwest uit te vinden. Ja, Hendrik, ik durf dat niet te zeggen. Emu, zeg, doe het even. Wat moet ik zeggen? Ja, dat! Nou, niet de vorige, man. Dan heb ik hem ook kwijt. Maar cheer, dat was al. Ik zag die cheer. Heb gisteren ook meegedaan met de Ford 3000. Alleen jammer dat ik strandde op de 65 meter. Oké. Okay. Geeft niks, JJ. Ik heb die... Er komt ook die trekhoek, die jongen, op 40 centimeter of zo boven mijn grond. Er zat zo'n sleeboog in. Maar ik denk, we doen gewoon met. Geeft niks. Het bleef allemaal... Ah, die boeren, ik heb stuk niks meer. 32 meter zat niet door een jol in, jongen. Gooi je kill.
En nou zegt Angela, Emus, je had Jappie Turbo gesproken. Nee. Nee. Of heeft Jappie dat aan jou gezegd? Oh. Wat ben je aan het doen trouwens? Niks. Ik moet even wachten. Waar is de keeper? Niks. Waar is de suikerfabriek voor? Vroeg ik. Linksonder in de map. Vroeg ik net. Heb je helemaal nooit over gehoord. Linksonder in de map toe? Dan ja. Door moet ik helemaal hebben. Je kan even op escape klikken en hem aanvinken. Dat, onder in de map. Door zit een suikerfabriek. Maar ik wil even mijn ervaring doen van de track. Ik heb dus met mijn track met de 1046 van Rolf. Er komt komende week een vlog van. Dinsdag online, denk ik. Hoop ik, verwacht ik. Dus dat wordt een heel leuk vlogje. Verwacht geen technische hoogstandjes. We hebben gewoon leuk aan het filmen best. En wat proten en dit en dat. Dus, maar dat. En nou, de track op zich. We gaan de track ook netjes keurig op hoogte. En ik ben 13e geworden van de 22 deelnemers. Nou, voor een eerste keer meedoen. Ik vond het niet slecht hoor. Iedereen strandde ook een beetje op diezelfde meters. Hè? Ja, die baan die was er toen al best wel verreden. Ja, dus dat was een beetje jammer. Ik zocht wel een beetje de dreugde op, maar het mocht niet baten. Ik kwam niet verder als 72-84, begreep ik. Maar ik ben heel tevreden over hoe het gewoon is. En Rolf ook. Rolf is net vierde geworden van de dikke. Hij zal ook derde weten. Maar er was net één die schoot hem nog voorbij, helaas. Shit, luistera. Trek was wel machtig mooi. Oké, handgebaar lichte huidskleur. Oké, handgebaar lichte huidskleur. Daar dacht ik maar even, shit. Dit is superchat. Mooi man, mooi man. De trek was, de sfeer was goed. Het weer was goed. De dag ervoor iets minder. Maar gelukkig niet op de zolderdag. Ah, jongen, was gewoon holpen. Ja. Gewoon mooi. Ook, nou ja, ook even een shout-out voor de organisatie. Ja. Zet het maar even allemaal rond. En, nou, en richting JJ en Jelle natuurlijk. Ja. JJ moest alles van de veuren audio-technisch voorbereiden. En Jelle, die had de hele dag bij me koproor. Dus dikke shout-out naar hun. En dat was echt holpen. Niks mis. En ik kreeg de vrijheid om even over de boom te lopen om de Legend-vlag. Maar er komt een tweede vlag. Er komen twee vlags binnenkort online. Dat ben van creatief. Ja, er komt een van de Legends en een van mezelf. En ik mag van JJ ook gelijk de boom op en de Legend filmen. Om, nou, om heb dikke heb ik nog even een vraag aan die, hè? Voor de, ja. Stond de Legend ook tijdens het vlog en ook duidelijk hij een toekje met de kop, of? Nou, tijdens de foto wel, de grote groepsfoto wel, ja. Ja, ik zag die. Ja, ik stond er niet op, want... hè? Nee, het was dikke prima. Super, super. Oh, ja. Ja, Jasper, zie je er 5? Superchat! Er wordt in de chat gezegd dat je met Jappie Turbo hebt staan, bro. Er wordt in de chat gezegd dat je met Jappie Turbo hebt staan, pro wat een emus groter dan. Dan denk ik dat ik wit is. Ja? Lijstra. Zal niet? Nou, dan weet ik het ook niet meer. Ja, maar hoe kist u? Nou, ik ken hem van vroeger wel wat. Die ouwe, hè? Senior, hè? Ja. Nou, dat heb ik niet meer stond te proberen bij de Weegbrug. Nee. Ja. Ja, Arnold Lijstra bedoelst u? Ja. Nee, die is het niet. Nee, hè? Nee, de vader van Tom bedoelst u? Ja. Nee, Arnold niet. Die is een veel te serieus. Ja, dacht ik ook. Maar Petter, doe een zoetje, hè? Prima braadworst ook en bier was wel oké, bierglazen. Nou, en dan weet ik het echt niet meer. Jappie Turbo. Vonk joh, lichter klei, dan is het beter. Nou zit Jappie in de chat. Waar zit zo Jappie in de chat? Die is nou groen. Vonk joh, lichter klei, zegt hij. Nou moet Verdik ook zeggen wie is waar staan, Jappie. Dikke meer, nou weet ik het echt niet meer. Nou. Maar ik zie het echt niet. Dan moet het wel, zal het wel Arnold Lijster weten. Ja, door heb ik even mijn proor. Want dat hebben wij besproken, Kusten, ja, dat er meer kleien moest. Nou, of het is die ik denk Tim, zegt Struik.
Tim wie? Tim Huizengaard van Loonbedrijf Westerkwartier. Nee, daar is hij. Ik weet het echt nog niet. Nee, ik weet het echt nog niet. Fokker Henk? Nee. Het is gek. Hij heeft een Skoda. Wanneer wat voor auto had hij? Skoda? Seat. Seat, ja. Ik krook een beetje soms, hè, of niet? La 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 la
Misschien supersnel, maar... Of... Ja, ik hoop dat we... Ik heb ook... Ja. Hey. Ja, zeg maar. Rust ook. Met... Lambertus broer. Bevings. Met zijn zoon en met hem. Oh, ja. En die weet natuurlijk wel van mij van vroeger, van Beving. Ja, heb jij een stekkerstuk? Ja, ik weet het van niet. Van een koptelefoon of van een microfoon? Nee, van een microfoon. La 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 la. Jij zat net een draadje, hoor ik. En doe ik... La 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 la. Ja, foute boel. Ja, wat doe jij? La 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 la. Andere microfoon. Ik moet een andere microfoonarm hebben. Want daar zit dat snoer in. Oh, dat is... Nou is goed zeggen. Moet ook niet een andere microfoon weten, maar dan denk ik, wat had ik gedaan, hè? Ja, dag. Ja. Hoi, kill. Andere mapsen. Nou, ik weet het ook niet. Ik heb, en wat, met wie van de ochtend... Verdorie, nou knap het mij hier weer. Jee. Kobel. Kobelstuk. Wat? Oh, kijk, het scheelt. Ik heb gewoon reservekobels. Wacht even, gewoon proberen. We hebben hier een studio vol kobels. Doe staan dat met die steier vol in de sloot te blaam mee, Muzo. Het is maar goed dat die klappers te vullen. Zo, nou, hallo? Zo? Ja, hallo? Hey. Nee, fout. Foutenboel. Die mic is stuks. Toen is de filter hard. Gaas in roep. Dan is dat fout, hè? Of de kwiel zit te veel aan. Nou, weet ik ook niet. Check. Oeh, dat moest niet te veel doen, maar dan kreeg ik lag. Van de check. Jappie Turbo, die zegt nee, ik wil eerst een roodgoedstuk, toch? Doe roodstuk niet, gewoon verder met de stream. Ik snap er niks van, Jappie. Jappie, wat vinden we dit nou weer naar? Ik snap er niks. En hij ligt daar... Hij zit er in zijn buurt te lang, die Jappie. Ja, ik snap het niet dat wij dat niet ontdekken. Hij doet dat zo tactisch goed, hè? Ja, het is echt de mol. Oh, wacht. Wat? Door heb ik ook met Proor. Wie? René Hofman. Nee, Pux, doe de supertje. Is mooi in modder gespeeld. Gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Gek gezicht, spierballen, lichte huidskleur. Ja, we hebben mooi in de modder gespeeld. Ja, en mijn kinders vanmiddag weer. Ja? Ja, in een sleek achter Dick. Excuses. Jouw mic is wel goed. Ja, nee, het is nou ook wel weer goed. Ik heb er wel... Ja, hier, dan krijg ik weer een beetje een tikje. Zot aan de OBS's link. Dat wordt iets voor mijn naaie audio upgrade. La la la, la la la. La, 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 ik leer me de poemen zonder de slowdown even, zo. Oh. Mag het wel. Nog eens Ruders? Ik wil nog even slapen in die karbakers voor. Ja, helemaal goud, ja. Met
Jullie zijn toppers, nee, en Robert Oldenburg. Dankjewel. Klap voor, sorry. Ja, ik ben nou aan klaar. Bist u de eerste half uur van de stream er wel bij? Ik ben aan klaar. Ja, dat word ik, dat zag ik wel. Ik dacht dat je vuur ook weer klap van was. En kent. En dat doe ik. Ik zit al de hele tijd. Heb ik ook met die proort, Jappie? Ik heb, ja, dat is het vervelende. Ik heb natuurlijk wel met verschillende broer. Broer Noos. Jappie. Kom eens heen. MJ die zegt... Hey, Muus, zet de cruise control eens aan. Knappe vent, hè? Ja, MJ. Oh, dat is een knappe kerel. Boefkerel. Hey, Gredders. Mooi, hè? Ook op de banen gisteren in Trek-a-Trek. Jazeker. Nee, ik heb nog nooit met co-broer. Kijk, dan is het geen lijster of wat dan ook. Ik is die illegaal, Fink. Ja, kijk, dat is allemaal wel weg, Fink. Nou, ik laat maar zitten. Ik weet het niet. Fuller zit in de Barger Oosterveld. Fuller, ik ken ook nog een Fuller. Die zit ook wel richting Emmen Kapas. En wist je wat Fuller is? Dan ben je smart. Ja? Ja, vuilig. Dat is een beetje vuilig. Ja, een beetje vuilig. Ja, ja, ja. Thijs Kwarthuis! Doe de superchat! Al zo lang gratis meegekeken. Deze is voor jullie. Maak er wat moois van, knipoogend gezicht. Dankjewel, Thijs. Dankjewel. Lief het. Ik heb wat met Thijs afgesproken, Ko. Nou, vertel. Als wij eens een keer vreselijk in het hol moeten, holen we Thijs erbij. Ja. Waarom? Nou. Hij staat klaar met dubbele joysticks. Kijk. Dus hij had een setup met dubbele joysticks. Ik zei, als zover is... Dat gaan we zeker doen. Dan gaan we met Thijs in het hol. Dank je. Ja, Thijs is gewoon een plezierige kerel. Absoluut. En die hoort ook van Grunnings humor. Zo is het. Het dak op goud toe. Wij hebben een tientje terug al een keer een lekkere toer gekregen van hem. Hè? Ja. En al eens een keer wat JCB goodies. Dus, En in het verleden ook een fles cola's. Ja, en een dreugen worst. Ja. En ik heb les nog koffie gekregen in Vlaagwerden. Nice. Ja. Nee, dat is leuk. Gaan we een keer doen, Thijs. Dat staat genoteerd. Genoteerd. Ik denk dat ik om mijn beren denk. Ik denk dat ik om die dak doe. Jongen, worden we er nou in klaar? Nou. De zak zo die ik. Doe knips me ook gewoon knippen. Ik heel. Wat doe je met die zoort door? Ja, ik ben mijn zoort kwijt. Oh, wat loopt dat licht. Doe dat zoort er even in. Ben ik echt een schepje? Ja, wacht. Dat is een soort verloren. Ja, zo. Het liep me er zo uit. Het liep me er zo onder. Nou, dat was bij mij vroeger wel zo, maar nou... Het is toch wel wat meer... een bolletje. Meer waak, van. Is het net los? No. Ja, ik... Kijk, god de bekroming. Oh, ja. Heb me de staak aan. Stel het je aan, sorry, Bert. Het spijt me eens. Kijk, vloep voor de eerst. Nou, niet meer aan die soort zit. Nee, alle kan licht op, puut. Ah, nee wel. Ja, ik heb twee punten zo. Oh, dit is erbij. Oh ja, sorry, Kams. Sorry, David. Oh, wat gebeurt er? Dus doe dat. Wat? Doe Kams hem in. Ja, als ik een boom hangs. Dan ga je bij de zak open. Ja, kan niet. Kan niet. We zullen het niet doen, maar het gebeurt. Dit is weer, hè? De schade praat van de bovenste plank even. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, rek, dat kan niet. Gast. Hi, Gil. Was die koffie nou al op of niet? Die koffie was op. Ik heb geluk, hè, mis. Kom maar weer een gretje met cake, zeg maar. Dat vloep zien eens. Ik moest helaas gisteren eerder weg. Mijn zoon lag ook te slapen in de auto. Maar Dijks geeft niks. Ik vond het hartstikke leuk dat ze er was. Ik heb die zoon zien pet nog even zien jaaien. Zien jaaien? Ja, een dikke chandeer pet. Dat durf ik gewoon. Ja, maar dat wil ik dan niet. Nee, maar dat was leuk. Echt.
Oh, ik zal even de pick-up machine omhoog doen. Want, ik heb even mijn pick-up machine over mijn hand. Als dan met een kabouter speelde, ben ik nog niet aan toe gekomen, Wolf. Ik had wel de pre-keys, maar ik heb ze nog niet geïnstalleerd. Ik heb even bij bezig gekeken hoe het eruit zag. Hij was aan het schudden. Nou, het gras dat landde zo'n beetje op het perceel van de buurman. Kon het van schudden? Hij kon het van schudden. Maar dat moet nog, Wolf. Maar dinsdag is voor iedereen de kabouter beschikbaar, toch? Begreep ik? Ik heb de link al in de beschrijving zitten. Als je die wil orderen, zal leuk zijn met een eetmuscode natuurlijk, hè? Ja. Dat moet je nog zelf weten natuurlijk. Ja. Maar als dat kan en als je dat wil, kan dat. Zo eerst. De oudste van mij lag voor de brug van de gaarkeuken al in coma. Ja, Guido? Oh, doe knatters weer. Ja. Je zit niet aan de bekabeling. Nee, ik weet niet wat dat precies is. Zeker zijn mijn andere microfoon erin. Ik probeer het. Tessen, jij hebt die van mij nog hier link, toch? Ja, maar dat klinkt niet, joh. Wat? Nog wat? Bedankt mijn voor de goddelijke stem komt er te hoog nu? Ja, dat weet ik, maar. Chris, die zeggen nog bedankt voor de mooie pet en studebak. Maxi begint trouwens goed waaks te worden. Ja, ja, dat hoor ik al van Greet. Klopt. Ja, dan die boksenpieps haar. Ja. Ja, dan moest er niet echt de Greden zitten, maar Greden is Max zo. Ja, denk er al. De Legend die had ook een avond uit de linkerboy. Ja, die had speciale koekjes in de buurt, want anders komt er niet bij Max langs. Nou, Fred, Max hem op, doe. Ja. Ja, contactspray, maar ik weet niet wat er precies loos is op dit moment. I-o-a. Ik heb het ook wel eens eerder gehad en dan was het ook zomaar weer weg. Heel vreemd. Oké. Oh, het zit niet in de mic. Net kraakte Miss Google ook. Dan is het OBS. Dan is het OBS. Ik pak deze regels besloten, Blaas, ja? Helemaal goud, ja. Mooie merking. Ja, doen we. Kerst doet de pommers wel eens met zwembandjes. Hoi. We doen gelukkig een wachtmuziekje. Dat is lief, jongen. Hockey. Hey, zonder GPS, hè? Godblad. Ja, goed, go. Ja, hij hangt wat over, over naar links. Maar ik ben ook linksdragend, dus dat komt mooi uit. Ja, maar die soortbakken waren aan beide kanten trouwens. Ja, dat klopt. Maar dit is toch modderpas. Oh, dit is toch modderpas. Oh, Adelstein is het modderpas. Ja, klopt. Ja. Vloeistof, hè. De wet van de communicerende vaart. Ja, er staat hier overal even veel, hè. Ja, maar... Balanzaaien, nooit. Even klingen, de klingen en alles is weer... Ja hoor. Ja, man. Acclimatiseren, balanzaaien, alles kan. Oh, maar dat is toch voor rampetamp muziek, hey, Mustafa. Mooi, nee. Oh, de hoor ik zo vaak. Mooi, hey, muziek stond deze week bij Heuvelman bij de Terrors of Terror, ja. Oeh. Hey, Brammy. Niet zo, hè. Tieners! Met tweede back. Oh nee. Nee, met zijn telefoon. Veel belangrijker. Zo, dan weet het niet op. Die jongen die wordt veel te groot. Vroeger kon ik Steve Snow waar hem onder haar neus aan. Nou, wat een met die bolkje, hè? Oh jongen, pas op die tieners, jongen. Als ik op die stijl moet komen, jongen, dan is het halde al... Oh, M.J. doet een superchat! Tijdens de mede- en gereedzende gereden viel me wel op dat de camera je iets dikker maakt. In het echt valt het nog wel mee. Dankjewel! Tiet de meet en greet zonder greet viel me wel op dat die camera je iets dikker maakt. In het echt valt het nog wel mee. Ah, dank je. Dank je. Dat vind ik lief. Dat is wel heel positief. Dat is heel super positief. Dat is wel een hele positieve... Oh, dan kon ik meer vlaggen, maar dat kon ik heel goed over. Klap, hè? Hé, hey, Brammy, niet zo. Kan niet. MJ, bedankt, jongen. Ik vond het hartstikke leuk dat ze erbij was. Hey, broodje, Mark. Superman. Software updaten. Weet niet. Ja, is heerst het?
Ja, here's the legend of. Bel hem hem op. Ho, ho! Wat is er, Edmuus? Nee, ik druk verkeerd knapje. Oh, was dat het? Mooi te zien, het was gezellig, zei Chris. Ja. Hey, ook bij trek geweest. Ja, Harry was een Noors. Ja. Oh, verkeerde Aline. Ik heb een kabakker hier weer in het feest. Gewoon anders, hè? Gaat het hier zijn eigen leven laten. Hey. Eben is de beste beunhoor. Dankjewel, Hanneke Paul. Waarom? Zo? Waarom dit? Lieve woorden voor jou. Ja. Nee, maar jongens, komende week, hè, dinsdag zit er ding in. Ik wil een maandag eigenlijk klaarmaken. De vlag, de Eben's vlag, de trek vlag. En misschien deze week nog, of anders volgende week, de tweede deel van de Legend 06 vlag. Hij heeft meegedaan op trek gisteren op Zwalleburen en dat ging fantastisch. Oh, en hij rookte. Dat is het zien. Ja, jongen, hij liep met de brandweer. Oeh, hij liep zo mooi. Oh. Hij knetterde, hè, dat ding. Oh, en wat lekker. Nee. Ja, ik weet niet wat voor oorlog ze doen. Nee, maar echt verder helemaal dik in orde. En ik vond het ook mooi dat niet alleen Gert de Legend, maar ook zijn neef de Legend, die was ook zeer spraakzaam, ook in de vlog, dus... Gert-Jan. Ja. Wat dat betreft ook, vond ik dat ook hartstikke leuk dat ze zo open en alles open en bloot gooiden voor de vlag. Het was ook even een dikke hype richting die mannen door zo. Maar JD en GJ. Team van Delden, ja. Kijk maar naar het dan. Ik zei tegen JD van, ga je stoel starten? Dan doe ik dat even op de film. Nee, daar is Gert-Jan voor. En dus, nee, dikke prima. Dikke prima. Nee, ik vond het mooi dat ze, gewoon zo... Dat is heel spontaan. Ja. Een leuke spontane acties vinden. Ja, absoluut. En dat straalt er ook vanuit. Hè? Ja, dat en vlog ik... Dat gaat zien ook, dat straalt er ook vanuit. Ja, en Gert-Jan zei ook van, die vorige vlag is ook gewoon leuk om daarin terug te kijken. Ja. En ja, dat stimuleert natuurlijk ook om deze tweede vlag ook gewoon zeggen wij denken en praten kunnen. Helemaal met je eens. Ja, dat... En ik heb wisselmeld wie ik gisteren ook nog heb praten. Nou. Met Pieters. Pieters. Ja? Ja, ik heb hem met Pieters gehoord. Oké. Okay. Even zoals toen keepers hebben leden. Ja, zeker. Dat is toen ook een verstroor. Ik heb opstroor. Vaarstroor, opstroor. Het maakt mij net zo vallen uit. Dus toen we hier... Oh nee, doe ik bijna alles klaar. Ik zeg niks. Ik pak de winners. Pak de winners maar even. Die kist er nou naast als schouders uit de eer. Ja. Sonny Oldenburger, eerste keer dat ik online kom, aangezien ik druk ben met UKR-transport. Mijn fanstempel is weg. Hij is niet anders, helaas. Hey Sonny, jongen, goeiedag hebben. Kijk, dat ging een schandaaltje. Maar Patty, kijk nou weer streng met natuurlijk. Nee, dat gaat precies goed. Ja, ik heb mijn halve keepers, maar 99% niet. 99, kom op zeg. Halve keepers. Dat kennen, ja, nee. Bram, ik eens wel grappig. 2 jaar terug deed ik toen mee met Dakar. En vorige week help je... Oh, wat? Jij was diezelfde. Vertel, wat... Ja, dat weet ik. Nou, ik, het was een heel gek. Ja? Heel iets geks. Ja. Het was een terrace met een storing. Ja. Dat snap je niet, maar dat gebeurt. Nee, het bleef trekkers, jongens. Maar in ieder geval, die had ik geholpen. Dat was nog niet eens een klant van ons, maar die had ik hem geholpen dat ze bij ons in de buurt waren. Ja, dag. En zegt Brammy net, wel grappig, 2 jaar terug deed ik toen een keer mee met Dakar. En vorige week hielp je mijn collega op pad. Ik rijd op die andere drie assen. Oh, leuk! Nou, dat is toch... Hoe klein is die wereld dan, hè? Ja, jongen, die is zo vreselijk klein. Dat is superklein. Dat is toch leuk? Ja, superleuk. MJ, maar kom, wees maar gerust. Ik heb de Legend ook niet gesproken gisteren, dus... Kom nog wel een keer aan. Ja, zo is dat.
Jappie Turbo, oeh, Cornel, daar was je heel dichtbij. Wat zegt Cornello? Dan ben je meteen gekomen. Eerst bierkraam links. Nou, ik ben eigenlijk praktisch niet bij de bierkraam geweest. Ik heb één keer bij de bierkraam geweest voor cola. En toen stond net Petter naast mij. Ik zei, we moesten hem. Biertje. Door was er wel zo aan toe. Ja. Maar... Oh, Oekraïne, Sonny. Oké. Oeh, dit is ook spannende muziek, Go. Dit is een roege band hier. Dit is een mooi liedje, een mooi muzieklijstje. Ja, dat is meer. Oh, jij had ook even met de Pieters Floor, Co. Oh, kijk. Eemuus was gisteren ook bij Trekkertrekse Baldenburen, maar Tijn Poelman, jazeker. Ik heb daar wat gefilmd, ik heb daar wat gevlogd. Dinsdag online de Trekkertrek ervaring met Eemuus en de 1006 verder. En de hele moordschap was er. Ja, er komen wat clipjes voorbij. Iets met naar haar en dit en dat. Heel diepte interviews. Oh, ja, dat was wel. Pat, dat was heel mooi, hè? Heel diepte interviews. De wereld is zo klein dat ik zelfs familie ben van Jelle, Co en Legend. Hoe dan? Pet. Ja, doe. Ik heb ook een foto van jou, zeg maar. Dat is zo. Oh, Bad Dijks. Ik had je nog een vraag gesteld op Insta, Bad. Wil je er nog even naar kijken? Want ik vond dat zo leuk stukje. Ik heb er even een vraag over gesteld. Hey, kan ik hier geen bijten verkopen? Wat? Jij bent hier op goede plek. Nee, maar ik denk, ik hoef niet alles in de fabriek kwijt. Ik denk, ik verkoop ook even waar. Oh, zo. Nou. Wat wil best onderin? Jezus, farmersmasters. Wat? Dom ik weet. Lekort zien mekaaien. Dat is hier. Waarom kan ik hier niet starten? Dit kan gewoon niet, even. Zes de dag in de kaart. Wat? Jezus Wammersmaasers. Dit is Jezus Wammersmaasers. Maar ik ken hier niet steeds. Dat kan je toch gewoon niet zeggen? Maar waarom niet? Is het nog op slot? Jawel. Oh. Is het weer nog op slot? Ik heb 400 ton naar Oekraïne gebracht. Oké, Sonny, joh. Niks. Goeiedag. Dat is wel genoeg. Tinker in de weers. Ja, dat ben 10 dikke rit. Ken ik dat de vrachtje wat ik nou in de bunker heb, ken ik dat in die, op het dak van die staaier blaap? Nee, dat kist toen niet. Maar dan moet hier naar Jezus Farmersmasters. Dat kan je niet zeggen. Wat zeg ik verkeerd? Jezus Farmersmasters. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Kijk eens in de escape menu, ja? Ja, Johnson. Kijk eens, oh, dat is Johnson's Farmersmasters. Wat zeg ik nou? Jezus Farmersmasters. Kan je niet zeggen. Daar had ik niet eens deuren dat Jezus Farmersmasters. Nee, echt niet. Dat kan je echt niet. Nou, dit was niet mijn bedoeling, laat ik het zo zeggen. Lieve, dat kan je gewoon niet zeggen op de dachters, heren. Zo. Op de dachters, heren. Ja. Hoi, Kim. Gewoon Peter, die zag ons ook weer trekkers, treks. Oh, goed bezig. Nou, daar kom ik ook. Sorry. Ja, sorry. Ik kop de bier, Muus. Zit er bij. Kop de bier, even doen. Ik zei Jason's Farmers Masters. Maar het was Johnson's Farmers Masters. Tien is Lubert. Kom eens. Het is maar goed dat het leeg is. Anders had die kopje nou over de Muus heen, denk ik. Doe maar in de tweede ronde, Tieners. De tweede ronde. Zal ik die merk naar school brengen of ben je vrij? Ik breng die merk naar school. Ja, en ik ga met. Jasper, zie je, kookheel, mag je niet zo druk. Het is gewoon zonnig. Ja, klap, hè. Kijk, COVID, hoe het wordt. Ik ook, Chris, maar ik was helemaal niet mijn intentie. Ik zei dat ook helemaal niet. Ik zei Jason's
van me smaken. Ja, maar dat, ik verstond het aan. Ja, dat had ik niet deur, joh. Ik snapte niet wat ze bedoelde. Onze fietste was er weer. Is hij met de tweede ron, Mark? Ja. Was Max? Oh, Canelo werd ook knuffaard van Pat. Ik ook. Pat, hè? Pat Leivert. Hey. Ja, Jos Plezier die zegt ook, Tieners, hup, hup, koffie, joh. Vieze lebberback. Zo kwam het echt wel, maar zo had ik het niet, was niet mijn intentie. Ach, iedereen hoorde wat anders. Dat is echt niet mijn bedoeling. Nou, toch zeg op het even in de maas zijn de beste. Dan ben ik wel weer blij dan. Maar Ko, er waren ook gewoon parkeerplekken, hè? Er was een beetje Johnny Flodder praktijk. Zo ja, klopt. Ik had alleen nog geen roze Kennedy-lek. Met die jiksie. Nou, dat mag er in de bus kunnen. Mooie werkbank. Ja. Met een bankschroef. Nou, ik zal die vooral vertellen, Mil. We gisteren op. Hallo. Ik denk op mijn momkleding. Ja, we gingen nu daten. Ik denk wel een beetje netjes opstaan. Ik kijk me door een hele vieze. Oh, Robert Kruid, ook een lid voor twee maanden, zeg. Mooi. En dus ik op een gegeven moment achter in die bus kroop. Allemaal speakerbox om zo de tas pakken. Allemaal shirt uit de tas pakken toe. Ja. Een beetje van het haar diesel erop op smoeltje. En ik denk, nou, wat is vaart. Ik kleed me helemaal achter die bus. Maar die accuspans van de bus die was wat leeg en dan schokkelde de muur, hè? Ja. Ja, de stond ik toen met dingen aan in het donker. En zo? Ja, met de speaker brok. En ik zag je aan voor ook. Dat was natuurlijk niet plezant, Muus, hè? Nee, zeker niet. Dus nee, dat ging even naar goud. Is filmpje van de Optum nog gelukt, Muus? Oh, dit... Filmpje van de Optum. Vroeg een badje help hem. De Optum heeft wel meegedaan gisteren. Ja, ja, ja. Ja, nee. Hoe kon dat ook alweer? Hij moest er... Goedenavond, Ebis Koderesse Bram Westdijk. Goeiedag, hem. Zo, 3 meter van man. Maar er staat hem één keer op 3,5 meter 50. Wacht even, maar. Het Duits. Guttenabend. Guttenabend. Duits. Het met de Duits. Het Duits en de Nemerken. Het Duits. Duits, vertel hem, vertel hem. Vertel hem, Duits. Duits, Mio. Wat is er maas? Duits, oftewel. Wat is ze mes? Duits. Waarom heeft die Fiat Wender geen voorwielaandrijving? Die hebben ze vergeten. Omdat het een hele mooie combinatie is. Ja, dit is een transporttrekker. Hoeft niet met vier wielen. Dikke achterpinten door de modder heen. Kopen, trekker, trek. Oh, ja. Ja, maar die kwam niet van stee, als die bedoelt. Nee, dat klopt. Wie zegt dat? Nou, oh, ja, Sam Mulder. Ja. Sam, ik sta daar ongespadderd, de vieze ding. Ja? Ja, echt. En in de plauwde mee door van net een Verderland fietsgeer, mijn joh. Verderland fietsgeer. Ah, de fietster! Een Verderland Pet, fietsgeer. Niks zeggen, hè? Pet. Alles, dank je. Pet, niks zeggen. Hey Bert, goedenavond. Bert Beza. Beza Vince en ik. Hem merkt een serieuze vergadering. Wie? Met z'n tweeën. Daar ga ik niks over zeggen. Oh, waarom begon ze dan over? Nou, ik wil mensen wel hem lekker maken. Doe Max me nou scharen. Bert en ik hem merkt een serieuze vergadering. Bert, hè? Wat is dit? Ik zit in Bert en Bert, zei. Ja, en nou zo'n beetje. Ik ben wel close, moet ik zeggen. Ja, Bert en ik, joh. Denk er al. Nee, zo close nou ook weer. Oh, niet met een injectie. Nee, niet met een injectie. Hoe praat je even? Doe me denken aan een filmpje dat ik gisteren voor jullie gezien van F17. Is zo? Gewoon nou even zeg maar zo, even zeg maar, zegt Martin Wiesman, zeg maar even zo, even zeg maar. Robin Kruid zegt, spannend weekend gaat. Ja!
Oh, spannend, joh. Ik heb een superleuk weekend gehad en ik heb me zeer vermaakt bij de Trek & Trek. Ik mocht zelfs even meedoen op de Trek & Trek. En ik ben keurig 13e geworden van de 22 deelnemers. Ik ben dik tevreden over hoe het gegaan is. Zo is dat, Emus. Dat is proord. Ja, hoor. Bezig vindt zich, ja, zeker. Kiek, kiek, kiek. En zegt nog een man niks eng, hè? Maar als het niks wordt, zit me er weer mee. Ja, nou precies. Ik begin er niet over, Bert. Nee, wel, zal ik wel? Niet nee, nee, niet. Nee, Hendriksen. Te riskeren, Hendriksen, die weet alweer veel te veel. Begon niet over de details. Ik heb mezelf gevonden op internet bij Stamboom. Hoe kan ik JJ het beste bereiken? MJ, stuur mij even een bericht via Insta of wat dan ook. Wij komen elkaar wel even tegemoet. Oh. Emus, lees dat even. J.O. Paddy zegt, ach Ko, ik sliep gisteren op zo raap, ik heb het hele frommers niet gehoord. Oh. En ze was jorig. Oh, ik wil oh ja, even voor de frommers van Jan Per. Ja, even shout-out. Gefeliciteerd voor de frommers. Oh, wat zijn we blij. Voor de frommers. Gefeliciteerd. Frommers. Gefeliciteerd. Frommers. Is er een jarig en dat ben jij. De frommers. Er is alweer een jaar voorbij. Frommers. En voor je jarige zingen wij. Frommers. Gefeliciteerd. Frommers. Gefeliciteerd. Hoera. Nou, promis. Ik heb nog wel een denkje, Pat. Maar doe als je de prumers promist, hè? Zijn... Daar was ik bij, ja. Ik kon er niks aan doen. Zijn er de promis door de prumers? Toe. Niet verder. Niet verder. Komt allemaal in de vlog, jongens. Oh, yeah. Oh, sorry, Pat. Ja, nou, we gaan het zelf ook over. En dat was die 99, dat komt maar 99 van The Legend. Oh, ja. Ja. Ja, jongens. Dat komt ook in de vlog terecht van de Legend vlog. De tweede track van de 3500 sport. Toch? Ja. Niet de fatty hol op de... Die trok hij de Legend precies 99 meter en 99 centimeter. Dat is bijna nog nooit gebeurd, maar de Legend heeft het gered. Het staat op de film, onvoorstelbaar. Hij deed erom, hè? 1 centimeter was een full pool geweest. Ongelooflijk. Dit gaat Marokko, zie je. Marokko! Directe service! Simon van Ko... Simon van Ko? Simon van Duinen. Gelukkig niet. Wat op Ameland happens steeds op Ameland. Ja, daar heb ik het met Rick ook nog over gehad gisteren. Wat? Wat er happens op Ameland steeds op Ameland. Oh ja, toen van de... Ja, nee, wij hebben hem nog overnacht een dormie, Rick. Ja, 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 klopt, hè. Ik heb nog 2 stickers van Emus en Koop plak door Rick zien trekken. Dat mooi. Ja. Hij zei, heeft nog stickers bij die? Ik zei, ja. Oh. Plak. Dus elke kant van de deur had er een Emus en Koop sticker erop. Kijk, en zijn zoon liep gewoon in een t-shirt van... Van Gas? Ja, Pieter. En die heb ik ook nog... Nee, die eerste koest er niet zien. Nee, ja. Maar ik heb wel stickers meegegeven dat hij die even weer doorgeeft. Oh, een leuk je Pieter. Ja, dat is goed. Ja. Dat is de toekomst, hè? Dat, ja, dat wordt de nieuwe. Ja, de nieuwe volgers. Ja, wat maar zeg. Zo is. Kijk, en dan kunnen we naar het loter, dat we 80 zijn, bij Pieter even loot. Ja, zeg maar de Pieter. Pieter. Is je kom hier ik ook, nou ook bij die. Is je deur ook op slot? Is je deur ook op slot? Kijk, de is gedonder al. Frommers van... Go shot, ik heb het Frommers van Pet wel even bosje... Oh, Christian Klopp, ja. Zonder niet zeg. Ik wil er niet vergeten. Over begonnen, maar... Ik was dat vergeet, Gustus. Ze heeft me gisteren al, hè? Ja, nou... Oh, jullie hebben het door al in me overhaald. Weer niet. Sorry. Ik heb niet een tien uit. Moest een trek omdat ik nu eens doorkwam. Ja. Ja. Boel. Chips. Ik ben klaar met klap. Ik rie hem even naar het volgende stuk. Ik kies toe de keepers ook een plek. Ja, ik rie eerst naar het volgende stuk. Nee, ik had ze niet doen.
doen wij ze er nog niet uit. Nee, maar dit riep. En ik kon ze ook niet eerder klappen, maar ze monden van oben dan ook uit. Ja, nou drom, maar verdroeg je ze. Wist waar de Bart Dijks, hè? Nee. Is je Duits nog op slot? Nee, die deed je gisteren. Dat was goed. Die Duits hier ging kabines. Ja, slecht. Slecht. Oh, dan ben ik dus slecht. Ja, heel slecht. Dat zal al heel lang. Ja, en ik denk, als 1554 dit ziet, hij draait zich om. Maar die begon er vorige week ook al over. Koop, schoon die. Ja, sorry, Luibert. Maar ik maak het goed, eerlijk. Ja, toen was het ook druk deze week. Ik gun daar nog één kans. Laatste kans. Sorry, Luibert. Moet ik straks helemaal bekneden? Ja, doe maar even. Ja, nee, nou ook doen, hè? Nou is het gebeurd. Ja. Zo kent het wel weer. Het Lambert Bobbers Lochemkloster. Wat? Ja, dat zegt Kams. Kams die gaat. Oh, Lochemkloster. 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 Je bent met de wenners op pad. Ja, onderweg. Ik zat al in te denken. Ik kom met de shovel erop, hoor, dat ik ze gewoon doorheen. Kwakse model. Ja, doe maar. Gooi over allemaal beelden in, net als vroeger met de Rief. Ja, juist. Nee, wel op kopakkers. Oké. Okay. Doe ik even mijn cam uit, ja? Ja, we doen die accu, die moet hem. Ja, we hebben nog hadden, hè, over de Makita-accu's van de elektrische trekkers. Ja, die doen het goed. Jas, plezier. Niet doen, ik ben een beelddenker. Kluun, mooi even in zijn kool is met jullie. Ik ben even de streamman kijken en zelf ook even bezig met kuilen. Even reageren, kil. Hey Kluun, goeiedag, hem jong. Ik reageer even op die Kluun. Gewoon hem lekker inkuilen en dan gaan we weer verder, ja. Hij is er echt geweest, hè, die jappie. Ja, zeker. Maar hij zegt, dat klopt, er stonden genoeg bloemkes. Ja, en er waren bos brandhekkels. Ik snap dat niet. Jappie, wilst u alsjeblieft een keer goed mij een bericht sturen? We doen. Maar we willen er nog even over u, de jappie. Goeiedag in het museum, Eddie. Mooi. Ik word knettergek, nou ik dat nog steeds niet. Oh hier. Nee, jongen, ik zit relatief. En Gerard, onze case-monteur, groet Patrick van die dikke Scania, zegt Patrick Vogelzang. Oh ja! Ja! Patrick Vogelzang. Nou, daar was ook al weer zo heen. Ik was bij een klant in Nijhoofd. Ja, en die man was op dat moment ook volgens mij ronde baltjes aan het verkopen. En er was een vrachtwagenchauffeur. Die was daar in het inladen. En nou, even koffie drinken. En met mijn koor. En toen zei hij van, hoe is het, mus? Ik zei, doe ik eens mij. Ja. En dat is Patrick Vogelzang. Goeiedag, hè. Oké. Okay. Was het op de akkers? Nee. Oh, dacht ik. Vijsmus. Nee, ik noem geen norm noemen, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar Akers heeft ook zo'n mini-bollen, denk je, hè? Nee, maar ik bedoel, ook al was het Akers, nee, je moet eigenlijk geen norm noemen, tenzij je weet dat niet helemaal. Oh, Robert Kruijden, hoe is het met de chat? Ja, die is vrolijk. Chat is goed. Niks mis. Rijntje Volgang, de M-Power van Marinus was ook wel weer mooi. Oh, daar was een stabas dan zeker. Wat trouwens ook mooi was, jongens, de Starfire van Gosse. Ja. Die had dus overdag eerst in Staphorst trot. En toen kwam er dus aan het eind van de dag even in zijn ballenbuurt trekken doen. Hè? Ik heb nog even met hem prootje door. Dat is dat een mooie trekker, als ik eerlijk ben. Wat ziet dat er strak uit. Echt. Ja, maar die Gosse vakman. Och, dat nou sowieso. Maar die trekker ook keurig. Ja. Jappie, dat weten wij. Als het wist, dan is het niet leuk meer. Maar weet je, dit is net zo'n aflevering van Basje en Adriaan van vroeger. Je wil weten hoe het eindigt en het is maar ook meer. Ja. Ja, dat is net de achterkant van Max. Patrick zegt ook nog even. Ja, nog mooi even toe. Ja, koffie smaakte prima. Ja, daar was niks mis met. Helemaal goed. Leuk, hè? Dat je sommigen tegenkomt. Ja, dit is gewoon een vrachtwagenchauffeur. Die komt uit Drenthe. En die komt mij. En die kijkt geregeld. Nou, bij deze zit er in de chair. Goeiedag. Nou, fantastisch.
Oh ja, mijn zoontje deed mee met de Skelter Tracks en Bart Dijks. En die liep alleen met medaille om de nek, hè? Ja, hè? Ja. Stoer, man. Oh, de M-Power was bij Sabalenbuur de 1400 kilo oldstock. Oh, ja, die is van, hoe heet het, de BMW-man. Oh, die... Van Flesvig. Christian Buursma. Nee, Christian Buursma niet. Nee. Nou, weet ik het niet precies. Ja, ik zoek het helemaal, maar ik wil het gewoon weten. Jelle die speaker weet zoiets, hè? Uit het hoofd. Ja, maar wat is Jelle als je hem nodig bent? De Chondeer is de Starfire en de vierde is de Piccola, ja. Die deed het ook goed, trouwens. Oh, die is ook mooi, hè? Boe! Jappie Turbo zegt Jelle. Ja, ik heb ook nog even met Jelle Proon en even met zien met Pieter. Zijn. Jelke Marinus was daar. Jelke Marinus, dat is hem, ja. Ja, zeg van de Wildens. Zij is toch al een half uur stil. Ja, ik was aan het opzoeken. Oh, doe bist gewoon aan het opscherp. Nee, ik... Maar en ik moet opscherp. Doe moest opscherp, doe. Ha! Goeiedag, schotel! Potverdregan dubbeltjes, Ko, ik schaam me kapot door jou, want ben je nou voor een man? Een man die zijn woord niet houdt, dat kan niet. Je stelt me diep teleur. Ik stel voor dat je volgende week 2 bosjes bloemen hebt voor Greet en live overhandige GR 1455. Ja. Ja, chips. Keiharde woorden. Hester weer. Ebus, jongen. Was daar nou niet over begonnen? Nou, ik was er niet over begonnen. Pat was er over begonnen. Nee, die andere al. Eerder al één. Verdarra. Nou heeft de woord erop. Ik zei al, als 14 kiekt, dan draaide ze om. Ja, nou, bij deze, 14. Ja, eerstige bliksem alweer door jullie. Bedankt voor de 45. Jullie ook naar de bliksem. Moesten we anders die met bussen en even wat pompen, van pompgeld. Jongens, doe maar. Even wat pompbloemkes. Nee, dat vind ik niks. Nee. Het wordt geen shell. Ik ook niet, maar ja, anders komt er niks van, hè. Nee, klopt. Doe eens niet speciaal een dag eerder naar Christina toe. Le Duc? Nee, dat naam niet. Doe niks toe alleen maar na. Zulke blomkers het zal. Ja? Nee, 14 doet 5 en zegt... Pot voor 3 Jan dubbeltjes. Ko, schaam me kapot door jou. Wanneer ben je nou voor een man? Een man die zijn woord niet kan houden. Dat kan niet. Je stelt me diep teleur. Ik stel je voor de volgende week 2 bosjes bloemen hebt voor Greet. En live overhandeling. Groet. 14-5-5. Ja, sorry. Fatih. En Pat zegt zelfs, Ko, we hebben je gisteren al gewaarschuwd. Ja, maar Pat, ik zei ook tegen die begonnen, alsjeblieft niet over. Mis. En Ruben Meijer zegt, Ko, je bent de Sjaak. Dus, komst er nou niet meer onder u. Nee, even nog even een dikke hype richting Jan.nl. Ja. De maker van de Drentse Voort, hè? Ja. Die brug ben breed genoeg voor dubbele lucht van Sjovel. Sjovel? Van Sjovel. Namens zijn mobbels. Dus, dikke hype. Angelijke Vogel zegt een groet nu, Lois. Ah, Vogel helpt. Goeiedag. Ik zat op te wachten. Maar jongens, nog even een rondje. Wie is er allemaal bij Trek Sabaldenburen geweest? Kan ik even kijken of ik jou gezien of gesproken heb? Ja, want wij hebben op dit moment 439 kijkers. 440 mensen. En 205 duimpjes omhoog. Wat? Ja, we doen dat met 210 duimpjes. Een rondje. Nee, 300. Nee. Jawel. Zet een hoogie. Oh ja, daar. Ja, daar. Ik zeg Master Mark. Oh ja. Die knetterst ook weer. Ik knetter weer, ja. Roege Badje, wist u er ook, West? Roege Badje, waarom melst hij dan ooit? Dikke mee. Oud Beem is er, West. Ik zit nog op de camping, zeg plezier. Guido, ja, is er geweest. Bart Dijks. Rijntje Vol zijn, ja, ik was erbij. Zag je nog lopen? Nou, zo jammer. Ja, 14. En oh ja, vanaf nu dus elke keer als je het vergeet, komt er een bosje bloemen bij de Skom. Dat kan heel duur worden, GR 1455. Ja, maar de Skom is nog meer, een beetje zeker. Oh,
nou, dan wordt een kaapsviooltje ook een keer. Kaapsviooltje? Ja. Nou, cool. Ik heb geen geldboom op mijn rug, hoor. Ik denk niet. Ik ga niet wel in mijn bus zijn. Nee, nee, we waren bier drinken bij TT. Nee, ja, dan wordt hem ook niet. Ik zei Rolf, jij deed. Ja, ik heb die zijn, ik heb die gesproken. Goeiedag. Oh, Rolf, die had de John Deere ook weer met zwaar wild in de lucht hangen. Hoe heet die? Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een mooi combi, hoor. Dat geeft niks. Daar is niks mis mee. Dat is nou echt... Nou, sorry dat ik het zeg, maar wel mooi John Deere. Zeg dat nog eens, Remin 1. Dat vind ik nog altijd wel een mooi John Deere. Gewoon okay. Een vette motorkap. Lange snuit. Echt een plauwtrekker. Mooi, mooi. Alleen nog die SG2-cabines ben veel te Ja, je moet zo'n ene wandelen altijd dat je erin wil. Ja, moest hij de corner drie keer. Nou, ik zag Harm Beuten ook. Hè, Harm van die bij Stuutwak, ja, die jongen. Ja, ja, ja. Die had ook mooi trekken. 31, ja, niks mis. Poe. Plotje. Plotje draai. Was ook verder komen, zeg ik. Dat is dan wel weer een dingetje. Als het niet saboteert. En volgende keer neemt ze gewoon waterpompzang met. Ja, kun je begrijpen. Ik heb een Jasper Zero Superchat! Hef Greet wel geen oogfase voor al die bossies blommen? Nou, ik po die bloem worden ze. Nee, dat doen we niet. Ik maak er gewoon een heg van. Van hier op een buurmassie zijn. Ik hoef geen extra buksjes. Ik heb maar 1 buksers vanaf. Ik pak hem een slokje. Doe dat maar even. Goedemiddag, Imke. Als ik naar je bakkenbol doe. Ja, maar die won je niet aan. Dus. Nee? Nee. Hoe kan dat nou? Ja, dat was een pennenbak. Daar viel het allemaal erin. De pennes. Jan Willem met 412. Dat is een fan weet. Er komt nog een vlog aan, joh, van week toe. Ja, er komen 2 vlogs. Ik, misschien deze week ook die andere, maar ik wil eigenlijk 1 video per week. Omdat we met de opnames toch altijd krap zitten, bewaar ik denk ik de Duits vlog voor volgende week. En de Trekker-Trek vlog voor deze week. Maar dat is nog fris in het geheugen. Dus, er staat ook een heel mooi stukje in van Per en mij. Ja. We hebben een paar exclusieve vragen van Elma is vol, dus we gaan daar met 1 doen. Ik heb hier maar bijna. Er staat ook van Per en mij. Staat er ook een vroeg in het nieuws. Ja. Heulen. Komt erin. Gewoon een vroeg. Komt erin. Ja, hij knult diep. Ja hoor. Dat is leuk hè, Per. Ik zit in Per en Pet. Ik zit in Pet. Zullen we die camera zo gewoon even verrassen? Ik vind juist zulke spontane babbeltjes hartstikke leuk. Dat moet in de vlog. Dat is juist ja, leuk. Dat, nou ja, dat hadden we wel een beetje in de gaten. Ja, hoe meer hoe beter. Oh, dat... Ja. Zomaar. Douwe zegt, ik heb de Optum eruit getrokken. Ja, oh. Douwe Duursma was daar. Ja, maar die dikke JD. Oké. Okay. Toch was toen die hele leuke vroeg om kreeg. Ja. Van ding. Ja. Ja, goed bezig, Douwe. Niks mis. Hoe ziet de Douwe Storms? Oh, doe ja. Douwe is hier lid. Ja, Douwe Duursma. Ik kan hem teken op Facebook. Ik heb geen Facebook. Nee, je bent hacked. Best hacked en blokt. Maar ik ga binnenkort wel weer een nieuwe Facebook opzetten, want ja. Je mist hem toch links en rechts, denk ik. En al mijn proefopnames en al mijn oefenopnames ook. Nee, dat niet. Die zijn al weg. Die spontaanste die had er al. Dat was van ons. Die vroeg. Ja. Kills, druk even op duimpje, zegt Jos Plezier. Jos zegt, druk even op de duim. 241 duimpjes alweer in de lucht. 424 kijkers. Super stabiele kijkdichtheid zie ik. Het is een hele vlakke... He, maar ik zie zo'n grafiek. Altijd. Het is altijd de vlakke koppel kikkers, jongens. Word ik verschrikkelijk trots. Het is net een nefmotor. Zo vlak? Zo vlak met de koppels. Nou, het is hard de legend motor op dit moment. Maar die rijdt ook vlak op het heen. Ja, bliksem. Die doet nou alle 6 met, hè? Ja. Eerst had een Poraba, dus die deed me vooral verkracht. ik zal met... Oh, wat doe jij, Lien? Ja, weet ik niet. Ik weet niet wie dat doet. Heb jij...
even vragen, want het is... Het begon een beetje te komen als toen Tietje stil was, best. Zo ken. Dan moet ik proberen blijven. Een beetje bij proberen blijven. En ben je af en toe een beetje... Bieden. Niewizi zegt, ze ballenbuur, waar is dat naast? Dat is hier best wel in de buurt eigenlijk. Op dit moment hebben we 419 aan kieken en 250 dunkers omhoog. Ik zeg, blaf die duur maar even in doen. Fantastisch. Dan doen we dat. Bert Kamp zegt, er klopt niks van die kijkers. Wij kieken al met 2 man. Ja. Nee, maar dat is al, hè? Dan bent eigenlijk al 416 op dit moment. Ja, daarom. Het is je mixer. Een beetje contactspray onder de knoppen. Zonder mixer dat wezen? Hallo. Zot wezen? Nou, ik heb misschien nou... ligt er dan een knopje, dat ene knopje. Ja, is gedaan. Ja, verdorie, nou is het helemaal mis. En bedankt, Peppe. Ik heb knopje druk er nou. Redders is zo voren aan knopjes. Van Vrommers, de knopje wil niet meer terug. Hallo. Knopje. Dus is er een verkeerde knop bij mensen? Ik zal hem proberen. Zo, nou. Oh, hij is weer terug, gelukkig. Ja. Ik snap niet wat dat kan, jongens. Nee hoor, hij is er nog steeds. Nou. Die mengpaneel gaat toch binnenkort de deur uit, maar ik gewoon wat anders bestellen. Maar naast! Ja. Dat ben je helemaal zo gedaan, hè? Er komt een heel... Er moest nog geen dure leden eraan, toch? De bepol, ik ben zelf mijn eigen penningmeester, dus... Nee, dat komt een hele mooie upgrade qua audio, dames en heren. Ja, een hele mooie. En ik heb gelijk groen licht gegeven, want de audio moet goed. Ja, audio is 90% dit, van de streamco. Ja, dit vind ik al niks. Dit doet me gewoon mijn pijn, hè. Maar door zoveel even bestaat voor die hele bouw al hier. Ja. En studio, en dan is het heen gekroord. 80.000 knap op toren en niks binnen. Ach man, de streamdek, die dekte bij de bul omhoog. Kill. De Makita Starsuger staat in de hoek van gang. En het is waard niks. Nee, serieus. Er komt een upgrade qua mengpaneel. Ja. Die neemt straks in principe al mijn functies over. Voor degene die er niks mee te doen. Nou, je moet dat wel... Het is toch leuk dat hij op GPS aan hangen of op bijbouwen? Nee, maar je moet wel van alles wat indrukken. Maar dat denk aan in principe alles wat mijn beide panelen hier link doen. En dat betekent alle audio levels aanpassen. Kan zelfs sound effect toevoegen. Als wij bijvoorbeeld weer zo'n typetje doen, of bijvoorbeeld via de telefoon praten, kunnen we dat zo per kanaal aanpassen. Ik kan zelfs straks, als ik kan, live iemand bellen. Nee. Dat ding heeft Bluetooth-verbinding met de telefoon. Ja, dat is echt een superleuk ding. En dat ding heet, als je dat graag wil weten, de Rodecaster Pro 2. Voor degene die dat wil weten, de Rodecaster Pro 2. Wij zijn echt pro's, hè? Handig Harry, je hoeft voor mij nooit weer iets te zeggen. Maar goed, ik geef hem nog een kantje. Wat een flauwe opmerking. Maar dat wordt de nieuwe upgrade qua audio. En daar heb ik echt wel zin in. Hij komt uit... Nou, tussen nu en 2-3 weken zal hij er kunnen zijn. Maar, nou ja, nieuwe gadget. Geef niet, er komt. Komt er. Komt allemaal goud. IT. Ik heb vandaag meegereden met een trekker. De zeniging, ik heb gereden met een Fanvario 39. Oh. Wanneer? Overnog. Zitzak, zeg. Een sikzak. Die was in augustus ook bij de 39, maar die was van Wierde. Van de Wierdes. De Wierdes, die werd ook in grote getal daarmee. Zo. Ja. Dat was een beetje jammer. Die had beter dit man vaak in weten. Oh, wow. Maar dus toe, de gooiste weer door het bulderbammeke. Oh, nou kroks toe, oh. Sorry, dan is het de compressor, het wordt een schotje leus. Ja, dat denk ik. Is de overdruk van de compressor wel gehouden? Dus... Ik doe er eens wat mis met iets. OBS. Staat OBS met hem op mij op? Dat is gek. Ja, de stream is voor.
Oh, man. Ja. Zelfde dingen. Ik heb er ook gewoon een groot verstaan van. Dat is mijn streamer zijn. Gabbers. Mooi man, groet in Noord-Huiden, zegt Erik Leegte. Goeiedag, hem. Topper. De slangenkoning van Noord-Huiden. Ben bijna mijn buurman straks. Ja. Eet me in de kraakjes, krijg je straks. Ja, dat klinkt wel een beetje op een heel foute piratenband. Ja. Ja, de kraken. Ze zullen hard kraken. Ja. Maar elke hit is een kraker. Van Johnny en de Trekvogels. Jeffrey en Remus en de Co-FM. Ja, Jeffrey, ik ken ook, hè. Barends, hoe ligt dat? Mooi, Remus heeft Petter gisteren nog de groeten doorgegeven. Petter niet? Nee. Nee, dat heb ik niet door. Dat is niet door, maat, joh. Nee, we drak met dat. Hij zat de hele tijd met de poot aan die camera van Edmus. Ja, en een bier. Aan die vlogcamera, doe. Theo, blijf dan nou maar die ding af. Nee, niet taks. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Nee, dat had het wel in de kop. Nee. Die ding. Met die smarige zweer dan. Hey, Patty was de. Hè? Ik had hem gevraagd van als ik aan de trekker zit of hij hem wil opnemen. Oh, leuk ja. Redden door. Ja. Ik ken er nog meer in. Moet ik echt die keeper verzet. Moet het echt. Hij trekt zo die bil in. Dat is niks in. Oh, maar die keeper die zakt wel met die man waar hier waar door die grond. Goed dat er nooit over de trekker trekt bij wanneer redden op dit moment. Aan de nooit wegkrijgen. Oh, maar dit was wel een hele mooie 14 denk ik, hè? Van Sandé, die tweede aandrijver. Oh, dat moet denk ik. Ach, kerel. Wat is dit? De steammachine hapert een beetje. Steammachine. Oh, wat is er weer? Ik ben trots op alle boeren. Doe 10 euro en zeg ik ben trots op alle boeren. Oh, prachtige woorden. Prachtige woorden. En daarvoor ook nog geen malse donatie van Niewies. Doet 670 bits op Twits. En zegt de steammachine hapert een beetje. Ja. Oh. Moeten we toch maar eens even kijken wat dat precies is. Heel enkel gebeurt dat. Maar waarom dat zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het broek hyped in de chat. Maar ik zal wat zeggen, toch of niet? Wat was ja, nou? Ik weet niet meer. Hebben jullie de nieuwe wat aanspraak al gehoord? Zowel, nee. De miljonair. Doe wel. Ja, ik heb een stukje gehoord met Birdie. Oh, dat ja. Ja. Die Bird. Ik heb hem nog niet zelf gehoord. Omdat ik zelf ook niet een superfan van Birdie ben. Ja, ken ik ook niet zo nul. Oh, maar Bert, ik ken Bert persoonlijk. Hij woont in Hulrum. Hij is de tweelingbroer van de vrouw van een ex-collega van mij. Dus ik ken hem wel. Van Birdie? Er zitten er twee eieren in het nest. Ja, dus er zijn twee eieren in het nest. In de Birdie nest. Doe ridden doe. Ja, met de school. Met de woord de school op mijn huis in lek, nou. Birdie is een vogel. Hey, Birdie, hij heet Bert Schoop. Oh, no. Ja, en hij noemt zich Birdie? Ja. Wat is dat, hè? Ja, wacht. Kijk dat nou, hè? Ja, eerst de woord een Schoop, en hij is hier. Nee. Dan is gewoon direct een service. Ik wil het wel even proberen. Nou, Schoop, maar nou heb ik kapot, hoor. Heden in juli, even een boerenprotest ook gezien. Ik was er wel. Oh ja, goed bezig. Oh, maar Hendrik. Dat laten we je buiten de stream om. Ja, weet je wat het is, jongens? Dit is een entertainmentkanaal. Ik vind het zelf moeilijk om dan over die protesten en dit en dat te praten. Iedereen heeft zijn mening. Ik wil daar niet over in discussie hier zo in de chat en met onze praat. Nee, dit past er niet bij. Daar hebben we andere mediums voor. Daar mag je je uiten. En prima.
Maar dit is entertainment, dames en heren. Mooi keel is dat die Birdie. Ja, Haams. Ja, zo heel. Ik ken hem. Ik ken nou, hem Klaas Maarten Wieringa, die ken hem ook goed. Ja, maar ben je natuurlijk nog? Ja. Klaas Maarten Wieringa, hè? Klaas, hè? Uit hier. Klaas had een Birdie en Birdie zei. Vrienden. Ze zijn vrienden. Ik heb hem gehoord in de stream van Speaker. Aha, juist hem. Wie? Oh ja, ja, tuurlijk, ja. Banaas. Maar kunnen wij niet banaas doen om 9:30? Het liedje. Bye. Zo'n liedje hem doen? Ja, ben ik met je. Ik moet erop klappen, ik moet erop slaan. Het is de spanning in die box en daar mij op bloot. Batterij, batterij. AA++, wat dik dakkerij. Kom maar hier, ja, geef me energie. Beweeg dat ding voor mij ook niet. Ja, en lop me even kieken. Door van volle batterij. Mooi naar wat het steeds is. Van wat hij aan een batterij die al leeg is. Leg hem in, mami, gobo. Lol hem maar lekker op loden. Leg hem nou maar aan, mami, gobo. Want dan kan ik ontloden. Batterij, batterij, batterij. Woehoe. Welke wichter wil schudden voor een appel en ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg altijd welke dat is net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Woehoe. Welke wichter wil schudden voor een appel en ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg altijd welke dat is net bakkerij. Mag niks uit, hou voor volder van peren. Wil de vonk zijn, vlieg ik met dat ding in mijn ber. Is het een van dure cel, want de chemie die is er wel. Mijn knietje zit verstopt, ja, die zit achter mij snel. Ik ben smerig, vies, maar dat duurt me niks. Hoeveel procent is er nog, kom, lukt het wicht. Ben gooiend in de wichten waar ik aan zit. Het is een schooien verholden, de beste ben aandikt. Leg hem in, mami, gobo. Lood hem maar lekker op loden. Leg hem nou maar aan, mami, gobo. Want dan kan ik ontloden. Batterij, batterij, batterij. Woehoe. Welke wichten wil schudden voor een appel en ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal cadet is net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Woehoe. Welke wichten wil schudden voor een appel en ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal cadet is net bakkerij. Gooi een plus min, alleen een pluspunt. Dikke batterij. Gooi een rust gun, zet mijn taan erin. Zowel het stuk lussen, lot die dikke derrière nou maar in mijn neus gun. Batterij, batterij, batterij. Batterij, batterij, batterij. Batterij, batterij, batterij. Welke wichten wil schudden voor een appel en ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg op welke net is net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Welke wichten wil schudden voor een appel en ei? Batterij, batterij. Oh, sorry, ik had de microfoon niet meer. Oh, dat heb ik niet. Goeiedag, Hemke. Dat was op een goed net. Ja. Hoe is het, Hansko? Ja, houden. Hoe maak je? Ik wil hier in mijn boon de rij vegen. Veeg hem erin. Ik veeg hem erin. Leg jouw batterij om maar even aan de kabel van waarnaar. Misschien die batterij van de cam dan ook weer niet zo snel. Die bekijkt, ja. En Mekaires. Met jullie geen patat bestellen bij de snackbar met dat stemmetje. Wat? Met jullie geen patat bestellen bij de snackbar met dat stemmetje. Oh, Renaud, vertel. Best heb ik Corali. Ali! Mooi Ali! Michael! Hoe is het licht? Ach, jong, ik heb die misleider. Ah, zo mis. Ah, zo druk leider. Ik ken niet zonder dijken. Ah, ik weet het. Wat doe ik verkeerd, vriend? Wat doe ik verkeerd? Wat is er dan? Waarom komt niet meer in mijn patatje bij mij allemaal? Sorry. Ze waren vorige keer veel te slaap. En ik ben heel harde. Ik heb niet te lang in mijn vet. Hey, nu is dat mandje te vroeg omhoog trok. Oh ja, maar het is vrijdag en dat moet snel, hè. Dat waard ik, dat waard ik. Maar kom dan een keer op nummer, hè. Voor op dat stuk is vrijdag wel weer de Eekhamers. Oh ja, het is speciaal namelijk, dus van nee, bij Eekhamers. Nee, maar dat gaat dan toch niet, ik heb dit al wel zo. Ja, dat was lekker.
Ja, dat dacht ik wel. Er was niks mis met. Was dat Michael Slapwest? Ja, Michael. Ja, dat dacht ik wel. Gaat Emu zo wat in weer. Ja, maar die wil ook echt op het... als Ali dit hoorde, dan kan niet goed, hè? Kunnen we er bijna maar lukken mee? Ja, klopt. Maar dat gaat zo moeilijk in de livestream, hè? Het is live, hè? Kunnen we niks van maken. Nou, we gaan weer verder door de andere. We hebben ook geen hamburgers, Ali. Pak die hamburger maar voor die... Nou, klopt. Goedenavond, zegt Joran Zegartener. Goedenavond. Oh, Zegartener. Goeiedag, hem. Wat voor een stemmetje is dit? Dit ben gewoon, nou ja, dit is gewoon een soort effect die ik kan toevoegen in het mengpaneel. Dat is het event van Lorne. Heb die dat nooit doet voor Dat zat hier al wel in, maar Van der Lorne zei door kist toe extern een knapje voor bedienen. En dan ken ik alle minuut. Ken ik dan dat stemmetje hem doen. Wie is wel? Snapte jij dit? Hier, dan krok ik weer, hè? Ja, maar dat... Hey, weet je wie ook in het game is? Van Zalen is in het jaar. Goeiedag, even Albert Job. Hey, gozer. Was jij ook in Sebaldebeur? Ik heb Van Zuilen niet gezien. Ik vind het wel leuk dat je hem gewoon in de Seattle is. Van Zuilen. Ja, zeker. Dus Van Zuilen die is er beter op worden, doe. Ja. Is dat wel? Ja. Is ook helemaal agrorieën worden, ja. Agrorieërs, ja zeker. Die is helemaal bekaard, hè? Ja, die van de Lorne ook. I kill. Hey, oh. Huh? Ik dacht dat. Ik dacht meen dat hij naar binnen lag, maar. Ja, dit wat? Spoor? Die... Nou, ik had het blikbord af, hoor. Nou. Dat is bijna vol, doe. Ik heb alweer die verrekte kibbers vol. Ja, doe ik eens niet meer in, nou. IT. Ik is beter dan de fast track pakken of zo. De snelle trekkers. Oh, kikkers. Kikkers. Kom, oh, misschien. Maar op twee wielen, op twee roeren. Oh, je ziet niks erin, op twee roeren, de verdeur. Oh, oh ja. Mag dan weer. Oh, toen al. Oh, dat trek wordt vertroffen. Kijk, jongen, trek wel dat er een heel maag. Van Zuilen die zegt, nee, ik was er helemaal niet. Had papa weekend en was bij een kameraad op de boerderij bezig met onder andere aardappelselectie. En toch denk ik dat hij van account is veranderd dat hij Jappie Turbo is. Van Zuilen? Ah, nee, toch niet. Nee, dat is... Oh, nee, toch niet. Wacht even, waar heb ik die? Nee, dat is niet van... Hardy Park! Nee, dat was Hardy Park. De botten. Maar jongens, Kubota DLC. Binnenkort Kubota DLC te downloaden. Wij gaan hem zeker gebruiken, de nieuwe Kubota DLC. Komt aanstaande dinsdag volgens mij uit. Je kan hem alvast orderen in de beschrijving. Maar doe dan, dat via Emusico. Als je de partnercode Emus gebruikt, dat zal ik wel... op prijs stellen. En dan denkt ook Giants weer, pot Jan Dozier, daar ben je weer mee bezig. Weer die die pro farmers het gewoon. Precies. Die MF van gisteren trok ook geen worst van. Nee, joh, die kwam niet van Stee. Dat ja, was die van Hogeveen. Oh ja, dat is jammer. Dat was erg jammer, maar die had hem er wel mooi first nog. Dat wou ik maar zeggen. Als er één is waar ik heel veel respect voor heb, dan... Oh, en die doet ook al joren met, hè? Wat? Hogeveen. Ja, Jackie Jan. Maar die had eerst een standaard Elfie-50, hè? Ja, ja, ja. En hij had nou een opgevouwen. Echt, jongen. Wat een ding. Nou, en dat ding liep mooi. Maar op het moment dat er druk gevraagd werd en dat er precies de verholing kwam, was het mis. Ja. Ik begreep dat hij sinds de nieuwe turbo het een beetje... Dat de verholing een beetje zoek is op dit moment. Ja, dat moet ze vinden. Ja, precies. Nee, dat heeft ook te maken met die centrifugaalkoppeling. Jawel, maar goed, en de combi van de juiste druk en dit en dat... en die centrifugaalpomp optoeren... Hè, dat moment was niet in samenspel. Klopt. Sim van Waarnes, van Denk, van Jolen... Van Waarnes? Die vroeg, hoe was de track gisteren, Muus? Hartstikke leuke, mooie dag gehad. Zal ik eerlijk vertellen, nee, Muus? Ik heb dan weer zo'n kater na dat weekend, hè? Hoe kan dat dan? Nou, dan vind ik het gewoon zo gezellig. En dat is zo jammer dat het dan weer afloopt. Ja, en die jong van Ameland weer terug, Muus. Ja. Dins en dans. Dat vind ik gewoon jammer. Dat was gewoon woordgezellig gisteren. Ja,
klopt. Maar ik was echt op het eind van de dag zo op. Ik heb de trekker naar huis gebracht. Nee, ik heb samen met Rolf ben we naar zijn huis gereden. De trekker op steen gebracht. Ik ben thuis gekomen. Ik had nog heel honger. Ik had nog bijna niks hard verder. Nee. Dus het... Magic Eye of Vee! Magic Eye of Vee! Hartstikke goed, Magic. Maar ik had thuis het Chris nog even voor mij, even bij de halte, nog even een partijtje opgehaald. En ik was op. Echt. Ik? Op. Ik krijg een heel lief appje van de raad. Dat is Richard Bunicic. Ja. En die app mij net, ik heb je niet meer gesproken, maar dank voor weer een superleuk en gezellig weekend. Kus, kus, kus. Nah. Dat ben nou de appjes, hè? Dat is toch lief, man. Ja, dat is toch mooi? Dat is echt. Maar dat is ook gewoon een jongen met een hart van woord. Dat is gewoon zo. Ja, echt mooi. Hoe laat was je thuis? Ik was helemaal niet laat thuis. Ik ben smurms, waren wij om 8:30 bij, was ik bij Rolf. Nou, spullen mee, loren, dit en dat, een klozet. En, maar de hele dag en soms ben we om 8:00, nou, no 8:00, 8:30 of zo, voortgegaan. Ja. En ik was om 10:00, 10:30 klaar. Op. Maar dat was een mooie dag. Ik eerlijk gezegd, ik denk dat ik loren thuis was. Dat weet ik. Al vroeger. Het is net hoe je het interpreteert. Nee, maar ik heb het was goed zo. Ja, geef het niks. JJ. Oh, en nou ik die ben, denk ik als laatste. Ik denk dat Jelle ook al in de nieuws was. Maar vrouw speaker was er ook nog bij uit het laatst. Ja, hè? Ja, met naast. Ja. Gezellig. Ik hoop een gezelligheid. Ja, was sneu in de MFL van verder, maar was een MFL van de standaardklasse die je wel helpt. Yeah, ja, klopt. ASO. Boyen, heeft die Jappie nog ontmaskerd dit weekend? Nee, ja, zo, nee. Dat is spijtig. Helaas. Ah, zo bedankt voor je Prime, de 7e maand. Goed bezig. Alleen ben ik bang dat ik een claim krijg van deze opmerking. Weet niet zeker. Kraak, kraak. Geef niks, kraken, dan maar kraak. Kraken, ijs. Kraak niet. Gefeliciteerd, Albert, ik had dat al gehoord. Wat? Oh, officieel een vast contract bij KWS. Leuk. Topper, verzuilig. Van harte gefeliciteerd. Emus doet het liedje, man. Oh, gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Van Zuilen. Oh, wat zijn we blij. Met Van Zuilen. Gefeliciteerd. Van Zuilen. Gefeliciteerd. Je hebt een vaste baan en dat heb jij. Er is alweer een jaar voorbij. Van Zuilen. Voor je jarige zingen wij. Van Zuilen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Goed bezig van Zijlen, leuk man. Tjör Venelize van der Seynave zegt: hoi Emus. Mooi, Tjorven Elise. Seynave. Zeg ik dat allemaal keurig? Of? Ik weet het nooit. Tjorven Elise van de het. Oeh, dat is. Die komt uit België, denk ik, of niet? Dat denk ik wel, ja. Seynave. Dat is een buurman van Dries. Seynave. Seynave. Seynave ligt leus. Seynave? Nee, dat is de snovel. Nee, Seynave. Van de motor, van de trekker. Seynave. De Seynave, helaas. Ja, dat heb ik vorige week nog Noven erover. Oké. Ja, nee, soms. Ja, soms. Dan moet er even. Daar moeren. Even aandraaien. Dan moet je die moeren, die grote centrale moeren, even aanreuken, hè? En,
Verzuilen, die zegt, dank jullie wel. En dat nog geen 2 jaar weg bij die blauwe petten. Ja, je hebt je leven gebeterd, Verzuilen. Welkom bij... Dat is wel een sexy ECB, hè, Muus, Arjen. Dat wil ik maar zeggen, Arjen. Dat is die van Thijs Cordus, hè, is die. Die hebben we geleverd via Broekveld. Ja. Alle JCB wordt geleverd in Broekveld hier zo. Oh, heb ik niet gemorst? Nee. Dat doe je wel vaker, denk ik. Dat heb je vaker gedaan. Nee, maar pak die, even voor. Je moet hier eens kijken. Dat die bieten liggen hier half in de lucht. Wat? Ik zie de bietenloof. Oh, ja, klopt. Maar een beetje onkruid door. Een beetje graphic dingetje. Het is glits en buks. Dan fix dat. Fix dat. Wat vonden jullie van boer... Oh, nee, ik trek er een jongen en we net over gaan. Moest het met me een volle kwak naar hem doen? Maar zing! Leren met mond dat ding doen. Ik hoor ze erin ruiken. Oh, wij hebben onze JCB 4 Evenhuis Gierhoorn. Ja, een ex-stijendealer. Ja, familie heeft mis. Nee, hè? Nee, maar gek genoeg. Dus doe er wel wat om. Ik zal je met mijn hulstukje dikke proor. Ik zal het dikke proor verhaal hem introduceren. Een dikke proor. Een hele, hele dikke proor. Een dikke proor. Een dikke proor. Hier komt een stukje dikke proor. Die vrouw van die Evenhuis, ja? Die kent Greet ergens links rechts van school. Hoe dan? Ja, zeg maar. Nou, dat was alweer een stukje dikke proor. Dat gaan we ook helemaal afsluiten. Dit was dan de dikke proor. Hele, hele dikke proor. Hele, dikke proor. Nou, dat. Wil je iets bestellen van FS22? Gebruik dan als partnercode Evenhuis. Zo zit jij in dat je de game via ons besteld hebt. Voor links zie de page. Nee, is geen dikke proor, bra. Nee, is echt zo. En nog, ik zit nog gewoon te kijken wel Jappie Turbo is. Hè? Nee, oh, dat is om niet zo bezig. Het totaal is het. Verdarre. Goed verhaal, lekker kort. Ja, nee, maar het is wel zo. En ik ben vroeger wel eens een keer bij Evenhuis Gierhoorn geweest. Daar hadden ze gek genoeg een stijl met een storing. En ben ik geweest toen. Oh, was Richard door toen nog monteur? Richard? Of... Richard. Ik dacht dat het een Richard was, maar ik weet niet zeker meer. Een tientje terug. Ik ken hem maar Richard. Nou, die ben nog gewoon wat zeur. Door de micro game, maar ik kreeg niks, kloor. Oké, wauw. Dat was op. Nee, flauwkul. Doe je die motor wel eens uit kosten? Nee, dat doe ik nooit uit. Van die shovel? Nee, jong. Welke deur? Ja? Ken hij. Een JCB 427 Agri. Is dat een verrijker dan of niet? Oeh, dat weet ik niet, joh. Thijs Korhuis, wat is een... 427 Agri. Agri, Bouwel. Nou, Agri klinkt op verrieker. Verschil moet zijn, hebben ze kool, jij aan het water en ik aan een lekkere koude... Ja, toch, Jan? Oh! Goed bezig. Ik ben aan de... Ik pak even een blikje green dingen, ze hebben de koers geraakt door. Damien de Bruin! Die zegt, hou op, skills. Albert. Die zegt geen water in, Albert. Very troebel dan, hè? Zwaar om kop doen. Dit is gewoon zwaar water. Oh, is een shovel, speciaal voor de kuil. Oh, oké. Dat is de king of de kuil? Nee, die hebben wij. Ja. Vijf de king van de kuil. Dat is. Dat is die is nu door op Lanes, Thomas. Oh, ja. Dat is motorolie. Ja, dat is correct. Nee, dat is dropshot. Dat is net motorolie. Heel zo lobbig. Pepsi Max, Bart, altijd.
as usual. Hey, Muus, denk je om de gasolie? Dat is een goede opmerking. Maar hij staat nog niet groen, dus niks aan de hand. Ik heb hem vol! Go. Ja, dag. Wat is er? Brandstof. Brandstofspan. Even stopt. Brandstof. Wat dus? Even stopt. Ik kreeg geen brandstof meer. Oh, dan moest dat ook voetbalkip van horen. Kom even neer. Ja, hij gaat bijna uit. Er is een serviceauto. Hij gaat bijna uit. Nee. Nou. Ja, hoort je het nog even. Kom hier even naar. Wat bes? Maar helemaal luchten van nou. Nee, dat moet hem. Oh, ik zat dit ook in mijn zet. En dit zet de gasolie ook bijna op. Best bij mij. Wat best? Op weg. Boah, hier vlakbij. Het is gebeurd. Nee. Oh, wow. ik kom eraan. Ik probeer hem intussen in te starten. Ja. Nee, echt geen brandstof. Ik kom eraan! Hol op te staan, zeg die accu leeg, joh, schap. Wat moet je doen? De hele bekoppeling bij de stad, want er wordt een rood groen. Ja. Ik kom eraan. Waar is toe? Ik zie die helemaal niet. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Oh, door. Probeer nog één keer. Nee, kom op! Dan doen we een wachtmuziekje. Ik zet die stores. Doe mij druk en dan begon ik proberen aan te doen. Ja, is er een mond lucht? Ja, ik heb mond lucht. Okay. Ik heb niet meer aanstoot, dat is goed. Ja, kom maar. Hoogsteversnelling. Oh, die verdroning die eraan hoor. Ja. Oh, ja! Hier gaat dat fout. Op een manier in, hè? Oh, yes! Nou, dan ligt het gebakje. Dan kun je weer overrijden. Wat is die motor doen, jongen? Dat is geen duidelijk drugs. Nou, ik... Ja, Adam! Hij zit weer! Adam! Ja, dames en heren, we hebben serieus bericht hier zo. Nou, vertel. Het broek is een zwaar alcoholist. Dat zeg je toch niet? Hij vindt zwart water zo lekker. Ja. Hij kan er niet genoeg van krijgen. Ja, maar dat ga je toch niet zeggen, meneer Moes? Nee? Alcoholist, dat kunnen de stille genieters. Ja, nee, standaard drinken. Maar dat zeg je niet. Dat wil hem misschien wel het privé horen. Ja, nou ja, als hij dat zo open en uiterlijk in de chat zet dat er weer bijbesteld moet worden. Ja, dan gewoon ik door even op in. Ja, ja snap me. Wat is met jezelf is? Nee, ik zeg het wel. Ik is ook wel begonnen te opscheppen, dat doet de hele tijd al. Ja, dan moet zijn mobiel doen. Het broek ligt al in deuk, dus gelukkig valt een beetje mee. Maar hij lust ze wel, dat is een ding wat zeker is. Nou ja, ik lust ook wel eens mee, maar dan moet de gobo.
Want ik kreeg van die vrouwelijke monden kreeg ik een hele vreemde noorsverschijnsel. Ja, ik vind die ook steeds aantrekkelijker. Nee! Ja, met die vrouwelijke hormonen vandaag. Ja, nee, dat moet zo wel. Straks, ik ben uit de Ik wil eigenlijk eerder stoppen met de stream. Okay. Ik heb er zin aan. Ik ben uit de Peter Traaien. Ken echt nou. Nee, maar ik bevind, als ik drank op heb, dan begin ik vreselijk dom te proeven. Ja, en dan ben ik weg. Want ik heb er geen behoefte aan, hè, die lallemalden. Echt niet. Nee, maar nee, niet om dat die of zo, maar ik heb door niks mee, hè? Echt niet. Als je niet gezellig weet een keer op nuchtere morgen, dan wil ik je dronken nog niet zien. Nee, zo bedoel ik. Weet je wat ik altijd jammer vind voor sommigen? Als ze dranken bent, dan doen ze knikken, dan vergeten ze de knikkers. Ja, nou precies. Ja. Verzuilen, die zegt, dat wisten we al van die hormonenco. Die C heb je al... Waha, vriend. Ja, die heb ik best wel niet, vriend. Excuses. Waarom rolt mijn sjelvel al, terwijl ik ja, niet aan... Pedal bedankt. Ik zit niet aan de pedal. Oh, er ligt koppels eruit. Die koppeling die is net een beetje braan. Die onvermer? Ja, die begint een beetje te verkleven, bedoel van Ben. Nee. Hey. Ja, Petter kreeg ook gewoon 13 de morgen, hè, omdat Broek door al die de zware woorden bestelt. Ja. Ja! Oh, dat zware woorden. Ja, dat zware woorden. Dat eerst. Het Dalfse woorden. Oh ja, door zo. Patrick Volgen, jongen, hartstikke leuk dat je hem kijkt. En succes maar weer. Ik kom die vast ooit nog wel een keer weer tegen, jongen. Vast. Kom snoors meer in. Kom weer in. Oh, dan heb ik even die straat, hè, Meurs. Kom je op een dreuge airco lucht. Ja, dat heb ik. Dan sta ik allebei de neus gat nek weer verstapt. Lisa de Roo, die zegt, goedendag, man. Goedendag, Wicht. Goedendag, hè. De Visker, ik ga er verdomme even gewerkt worden. Tot de volgende maar weer. Is goed, de Visker. Hey, zet hem op topper en voorzichtig aan, mijn jong. De burger. Wie bedoelst u met Gerard, Patrick Vogelsang? Dat is die collega die met die proor daar. Nee. Wie is Gerard, Patrick? Emus J is even in zijn stamboomboek gedoken en we zijn bijna broers. Zo dicht zitten we bij elkaar. Daar hou je toch niet van mogelijk. Ongelooflijk, hè? Hoe dicht, hè? Heel dicht. Ja? Oh, ik ben ook verhoorst familie van JJ, hè? Het is heel erg. Maar we zijn nog op dezelfde dag Jorg ook nog. Snapstoot. Ja. Dat is gewoon eng, hoor. Dat is eng. Ik heb een naam nergens van elke doorlijn. Maar Dijk's collega van het speciaal bierbestel werd op het werk geappt dat een vrachtwagen met een pallet bier bij zijn thuis stond. Vierde neef, zegt hij. Ja, werkelijk. Hoe hard er is toe? Tiens? Ja, precies tiens. Maar wat dus toe over die nog niet gerooide bietnetten? Wat is er nou aan de hand dan? Wat ja? Hey, Mien, hallo. Wat is er? Ja, nou heb je de gekke met een gasolie is op. Nou, mijn werkelijke gaspedol. Gaspedol het niet. Nee? Nee. Hey, MJ. Ik heb die gisteren gesproken om trek, ja. Ik rie nou bijvoorbeeld 10 km per uur, ja? Ja. Als ik nou de cruise ingedrukt hou, boom, 3 verder, bam. Nee. Ja. Nee. MJ. Dat is wel goed, okay. Wat gebeurt er? Mijn doet het ook niet meer. Nee, hè? Nou, rest die man, ik ben weg. Ik zet de motor eruit en aan. Maar dat is toen om Maas had.
Wat is dit, Emus? Dat weet ik niet. Alt-C. Alt-C. Ja, dat was het GPS. Ja, GPS, die doet wel eens gek. In het echt ook, ho. Ja, boy. Dat is op zich een hele goede simulation. Ja, dag. Dick Wierenga zegt, goedenavond, Lisanne. En de broek zegt, komt goed, Albert. Wat zegt Albert? De man gaat voor en je moet zelf kijken of het lukt. Even mama andere zaken. We doen een andere avond. Is even naar mijn mams, want die is morgen jarig. Alvast gefeliciteerd, broek. Dus dat wordt weer even een gelegenheid voor een lekker biertje. Ja. Nou, niks mis, broek. Nee. Zo ben je toch altijd staan aan het drinken. Nee, van de rest, dat meen je niet. Ja. Had ik gisteren moeten weten, had ik dat koken verteld. Had je mij ook een keer gesproken. Precies. Ja. Vraag je, waarom kun je boerenzakdoeken krijgen? Mijn naam is Mees Nader. Nee, die moet je aan de broek hebben. Oh ja, de legend ook, hè? Ja, en Jelle. De speaker staat ook een. Wat hebben ze nou aan het gaar aan? Een lapje voor de bil. Een ja, collega van mij wil een nieuw Holland TM120 kopen. Nu is mijn vraag, bij de TM155 of de 100. Arjen. MX135. Nee. Gewoon tot de TM155. Die grote is niks. Geen 174 of 190. Nee. Zo. Nee, dat ben ik ook met die eens. Als de naamhuis komt, dus... Ja, klopt. Die handen ben goed. Ik heb ook... Tot 165 Ultra is er niks aan de hand. Dan koop die mol gewoon. Hé, hey, ik heb een MXM 140. Ja, dag. Airco doet niet, wat is dat? Thermostoortje. Temstoorts, hè? Zit boven een dak doen. Ja, moet dak helemaal lezen. Is dat een gedoe? Ja, dan breken je ze sleutel 19 en sleutel daarin. Ja, dan heeft hij wel in de les. En bannenlabel. Bannenlabels de B? Bannenlabels de B, want er zit van de dubbelzijdige tape die zo'n losie tape tussen. Ah, nee. En dan moest er een les kwaren. Nee. Ja, moest wel voorzichtig met de brek zo'n auto op dak doen. Helps me. Ja, ik wil die wel. Hij heeft een thermostoort, die wil wel voorkomen ervoor zorgen dat de bouw nog nooit is. Nee, dat klopt. En die zit op. En ik denk zelf het lage drukschakelaartje, maar die zit ook in het dak. Ja, maar die zit links voor in. Valt die touwtje zo doen. Nou, maar er moest wel dakleus hebben, zeker? Ja, nou, dat is beter te doen dan maar 6 bolten in het dak is leus. Dat is beter te doen dan zo'n naaien onder de stalen. Ja, dan moest hem ook met de rug over het dak erin. Ja, nou, dat wordt maar zeggen. Dat is helemaal niks. Nee, klopt. Ben je de zaak nog verder gaat gaan dan voor... Braam! Aan de baan. Voor het eerst in lange tijd dat ik weer naar jullie streamvideo's kijk. Ik ken jullie al sinds FS 15. Wie? Kevin PSV Dumfries. Oh. Ja. Dumfries. Je foutballer. Wat zegt Max? Wat zegt... Waar even in de Max zijn de beste? Oh, dat zeggen hoppers altijd. Max niet al nu. Maar waarom krookt onze toestand zo nou, jongens? Ja, dat weet ik niet. Misschien net JJ. Is JJ er nog? Ja, JJ. Ik heb er zelf over de... Ta-t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 a. Nee. Of dat OBS een beetje gaat... Maar hij zit heel snel in het rooien, zie ik. Met die bouwen draait best. Test. Ik doe hem even alles wat zachter. Ja, is goed. Dat kan natuurlijk, hè? Dat zacht. Test. Zeg, doe eens wat. Test. Nou, haas! Jongen, dan moet ik die schuif helemaal naar beneden zetten. Oh, nee, maar ze gewoon praten. Hallo, even eens. Ja. Alsof die van het mengpaneel die gainen niet. Dit klinkt iets oversturing, inderdaad, zegt JJ. JJ, du moest hem hier komen met de schroefjes. De schroefjes hebben. Test. Ik heb een game wat gezakt van op het mengpaneel, JJ. Ik moet zo stellen, ik ken straks niet. De komp heb ik gezakt, broer. Schaapje 44, MJ van der Rest, wil jij die bestanden mij ook even toe? Voor hem te over. Pieter Hiemstra, heer, die gaat even door. Morgen om 4 uur van bed, wel terug, vertrekt de telefoon. Een keer maar weer, zegt Pieter Hiemstra. Ja, Pieter, jongen, goede reis maar weer, hè.
Goeie reis. Oh jee, maar niet meer in. Nee, ik wil hier ook niet meer hem vanavond. Dat hoeft nou niet meer, miauw. Maar ik denk dat ik zelf weer een beetje alles weer stiekem steeds een beetje verder omhoog zet. Om mijzelf weer goed te kunnen horen. Ik denk dat dat stiekem een beetje het geval is. Ja, dat is het probleem. Dat is hetzelfde met Jalle. Nu moesten oortjes hebben. Jalle, die hebben er gisteren ook weer gelegd. Ja, maar ik kijk nou, zoals nou, nou krook ik niet, toch? Nee. Nee. Ik heb alles een beetje gedimd. Gedimd, ja. Ja, was het kalf verdronken. Wist wat het is? Ik wil er steeds bovenop komen en dan... Nou ja, zo denk ik. Je was doof. Nou, de tuut mij al in de oren. Dat is geen grap. Tudo, aai hoor. Ik heb een tudo hoor. Tudo, aai hoor. Nee, dat is echt zo. En ik ook ben Corona en Ramstein. Hoe dan? Ja, dat zou ik maar niet doen als ik die was. Dat is wel heel gaaf trouwens. Ja, joh, dat wil ik niet missen. Maar nee, ik zit er wel een beetje tegenover. Dat moet je niet missen. Dan het deurbek omnemen, dus dat moet je niet missen. Dat wil ik niet missen. Dat is zo machtig. Dat is een ervaring, meer. Ik heb het een gezien met een vuurwerkshow, meneer. Och. De schiet die zo kunst worden. Net op een raket. Ja, dat vuur dat schiet over het hele terrein heen. Dat is zo machtig. Ja, dat moet je beleven een keer. Ja. Heb je die nieuwe plaat gehoord? Ja, tuurlijk. Oh, die is zo gaaf. Die heet... Dikke tip. Oh, die... Sie muss nicht reich sein, sie muss nicht klug sein, nein, sie muss nicht reich sein, kein Modell mit langen Schritten, allein mal dicke Titten. Nou dat, het is 10 uur hè? Kan. Kan net. Ja, die clip is van, of die clip, maar die, dat liep, nee, hij knakt weer. Ja. Gretje staat de kop schudden, aan de kaderomen. Niet. Ja, maar ik hoor weer knik-knak. Oh, door is ze. Ja! En gelijk. Klein. De fiets. Ja. Als dat liedje voorkomt en hij kan bijvoorbeeld niet zingen, kijk ik er zo over naar. Ja, nee, doe eerst dat. Echt ik heb het hele denkje. Accident. Eerst ook, dat accident. Ja hoor. Ja, precies, Damien. Doch. Dat is dat liedje, daar kan ik ook niks aan doen. Weer dat die GPS alt C, hè? Ja, hè? Ja, dat is niks. Oh, Pieter zegt, ik heb donderdagavond bij Guns N' Roses geleverd in Stadspark Groningen. Oh, leuk, ja. Ja, niet. Een rood van mij, die stond er ook al. Met Axl Rose. En ik zag al een filmpje van Mark Verjaag, die stuurde me al een filmpje dat er bij... Weezer was er ook gaaf, hè? Oh, en Green Day, dat leek me ook wel mooi, hè? Ja, prachtig. Dat was ook wel leuk. Dat is ook echt de U90's, hè? Ja. Hier, Angela, die symboliseert het nieuwe nummer van Ramstein al. Dat klopt. Wat? Moet je een check kijken. Even eens, wanneer je eerste optreden? Huh? Wat? Oh, als ik ga zingen? Weet ik niet. Wat toch... een beetje bieden douchen in de streams holen. Verder kom ik niet. Ik ben de hele leven al fan van Ramstein. Ja, Damien? Geweldig. Ja. Oh, ik heb dat even gecheckt. Sommige concerten op YouTube en zo. Och, jongen. Ik heb een probleem. Wat is er mee, ik had hem op live chat staan. Of op... juist. Ik had hem op top chat staan. Petter had ze wat breder gemaakt. Humpa. Ja, wie? Met zulke zangkunsten snap ik dat het geluid soms wat storing heeft. Heel hier zetig. Klapt de spiegel nog net niet van de muur. Ah, Shadow Wings. Nah. Moet dat zo? Ik heb dan niet zeggen, Aitie. Kin. Na. Ai. Duitsland is ook een geweldig nummer. Ja, zeker. Links voor drijven hier vind ik ook heel mooi. En poepen. Wat? Poepen. Maar die ken ik niet. Oh, die begint zo mooi, hè? En dan in één keer dan schreeuwt het uit. Ik vind dat zo mooi. Dat betekent pop, hè? Niet poep, maar pop. Poepen. Oh, machtig. Kan elk nummer van Ramstein even. Ja, Damien? Goed bezig.
Nou, we gaan ze live zien, jongens. Ik ga er ook storen met een steentje. Ja, dat deed ik. Stickers verkoop. T-shirt. Alles in belang voor het nieuwe boekje. Angela. Dat stipje zit niet precies in het midden van het bolletje. Oh, dan hang ik zo waar. Angela. Doe hem. Zet het stipje in het midden. Dit is niet symmetrisch. Oh, ja. Simon Tries? Dit is niet Simon Tries. Oh, nee, zie je muis. Zie je muis en Simon Tries. Dan kijken ze hier met scheve ogen aan, zeg maar. Het was echt druk bij Guns Roses. Ja, dat is, oh, bist u er ook best, Harms? Oké. Okay. Ja, de Harms die was echt te koop zijn best. Harms? Harms. Harms. Oh, wacht, Harms die waren ook te koop op Facebook belessen, dochtje. Van ja, van mij, ja. Oh, er was weer van die gekopieerde koordjes, zeker. Nee hoor, nee. Laat ik het heel eerlijk zeggen. Degene die ik ze verkocht heb, die heeft me apart nog geappt vandaag. Dat ze er blij mee was? Ja, dat ze er heel blij mee was. Ik zei, ik stuur nog wel een extra. Natuurlijk. Nee, een reeks. Oh ja. Ja, die zanger van Ramstein is ook solo gegaan. En dan gaan de teksten nog even wat verder, hè? Ja? Ja. Oké. Okay. Ah, gaan we niet in detail treden. Nee. Ik heb een mooie eetmuursticker op de paardenbus. Nog. Nou. Fantastisch. Die zijn al te groot. Leuk, dat is man. Leuk. Ik heb hier Rolf ook een magneetsticker hangen laten. Ja, op de ergens. Op de tees. Ja, ik vond hem wel heel laag gestikkerd. Laag gestikkerd? Nee, heel erg gestikkerd. Ja, ik heb alle magneetstickers die ik hier in de kast hang liggen, liggen zat. Die heb ik met me. Is dat ook kwijt? Ja. Ten hangt ook niet op gelijke hoogte. Ten. Kijk, Jos. Jos, plezier weer. Ah, ze moet niet symmetrisch weten. Wat ben je schuif hangen, doe? Schuif staat live. Ja, maar. Mooi, want nooit dat wel een laag. Ja. Ramstein is nooit mijn smoke musical. Nou, wie is wat het is? Smoke musical. Smoke musical. En nou, je moet die show gewoon een keer meemaken. Dat is. Like you. Dat kan ik nog meer zien met reizen. Ramstein is de beste. Ja, sinds ik in mijn moeders buik zit, ben ik al fan. Oh, de mais. Dus moeder die had het ook al over. Ze moest niet meer. Het is weer zo slim, zeg Peter. Ja. Nou, kijk, toen Peter uit zijn moeders buik kwam, was het mijn haar en door Peter geen orde kwam. Ik heb vaak een palm eraf zitten. Door was er zo'n tunai op kop. Ik wil er nooit uit. Ja, ik wil mezelf zeggen. Toen zei pa, ik wil er wel met wat. Dan ben je dan borrel. Door hem lust ik ook geen borrel. Nee, maar dan ben je geen knie. Nee, even het, hè? Zo. Door ben ik versloofd aan koffie. Pa, die hield een bak koffie voor. Ik ben gewoon op de trap geboord met dubbele nek en een valhelm op. Hoi, Gilnjoer. Gaan jullie ook een keer Gelderland spelen? Wij zijn nog in Drenthe. We zitten nog in Drenthe. Dit ligt niet aan die muziekinstelling. Nee. Het is gewoon puur de OBS. OBS. Een update. Een zofaar update. Ja, misschien wel hoor. Ik kreeg geen melding van een update. Ik doe altijd eigenlijk alle updates. Dus. Weet ik niet. En eerlijk, hè, als er één altijd met Amy's Farming bezig is, dan is dat Peter. Dat ja, is gewoon Peter, ja. Echt wel. Ik kreeg ook nog een leuk mailtje van Giants, maar daar ga ik ook nog niet in detail treden. Maar het was wel een leuk mailtje. Oké, okay. Dat ja. Zit eraan te komen.
Er zit iets aan te komen volgens mij, want anders gaat hij mij niet zo'n mailtje sturen. Ja, dat is wel iets leuks. Zal ik zo meteen even aan mij vertellen? Ja, heel goed. Ik ken een poortbiet naar inloden zitten, neem dus voor de rest heb ik alles eruit eruit. Nou, dan kiest veld 13. Nee, 137. Oké. Okay. Staan voor Bidens. Maar nee, alles begint door... Dat doen we niet van de week beleven. Het is 5:00, dan hebben we nog zat aan het iets. Ja, dat weet ik, maar we kunnen ook wel even wat naast doen. Oh, mag ze hier ook wel beginnen te kuloden ofzo? Misschien. Kist wel even komen, ik heb een bak vol. Hoeveel rest door die kiebers? Ja, ik kreeg die bak niet vlak op plan. Ik zet maar wat over die bite in de street. Hij om mijn poot ze maar weer op. Nee, misschien gaat er wel weer een bite van. Ja, maar... Een snorkelpaard, wat is dat voor noem? Groter dan bite, wat een bite. Ga je dat nog horen? Oh ja, nee, een snorkel horse. Groter dan bite, wat een bite, nee. Ik ben niet waar, nee, van wie ik een zulke bite. Hartstikke vies, of niet? Nee. Ik heb hem maar even, hè? Hebben jullie ook al het TT-circuit ontdekt op een map? Ja. Ik heb vanmorgen in mijn tourbaard. In mijn tobbe. Ik klets, klets. Hij wassen in Woddergoom. Damian die zegt even maar naar. Ik ben Rick, joh. Dat was Rick Baptist. Jammer, kort. Veel te kort. Is je vol? Oh nee, doe best vol. Ik heb een turn in. Wist wat? Nou. Doe klapst dit eentje er nog. Ja. Excuses, er komt een boetje aan. Wakken. Of hamer. Farmer aan. Ja, maar daar riest hem maar even naar die stijgenstijd, naast de boerderij. Ja dan. Dan gaan we de volgende keer nog verder. En dan kunnen we dit nog wel in leuk zijden en kuloden. Voor mij. Dat is leuk werk. Gaan we doen. Prima. Niks mis. En Noordbieten, wat is de beste product? Tarwe. Nog gelukkig in Rabbels. Nee, maar nou, wie zo... Nee, dat klopt. Dat had ik niet. Nee, maar tarwe, met de hulp, dan is die grond wat, hè, dus voor die grond, muus. Ja, dus tarwe? Ja. Dan, ja, dat kan niet in één weg, Hanks. Wok me zeggen, kist u die door mooi in mijn bord vieren? Moet ik? Ja, maar dat kan wel. Als toen we met een wal, zegt hij, niet aankomst. Dat kan ook, Petter wil gerst. Ja, maar dat zware wodden verbroek is op, natuurlijk. Ja, die moet weer verstaan in gerst, de boom. Mijn spaarfles is leeg, die moet ook in bivulden worden. Met een zwarte woorden. Spraak water les de dorst, hè, mus. Oh, dat liedje ken ik ook als u de kop. Ja, ik ook. Ook een leuk liedje. Oh, dat is lang geleden dat ik dat liedje gehoord heb. Toen ging je ook alweer. Dat is van... ijskoud spraakwater. Ja, je hebt een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Het is ijskoud. Consumptie verplicht, hè? Je weet het. Ja, Petter moet wel deurbrouwen. Nou, gooi me de gerst in straks. Niet vergeten, Ko. Ga je stoer zijden, Daan? Of walsen? Ja, ik ging walsen. Extens, ja. Dat is extens. Klopt. Extens. Dat vond ik een goeie. Ja, ik ook. Niks meer. Mocht ik groog horen, die kerel. Des te minder mocht ik brainpower. Dat vond ik helemaal niks, hè? Nee? Nee. Kan wel uit, zo op die platje. Vraag hem aan bij Jelle vrijdag. Ja, Geer Hendriksen. Spraakwater van extens. Spraakwater les de dorst. Nog een keer spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige. We hebben een Groningstalige code van de spraakwoorden. Is cold. Kunnen we hem niet even omzetten op een of manier? Ja, dat kunnen we wel even doen. Als Waarnaas nou door de muziek even van regel. Ja, Waarnaas. Mag mij door even mijn westerkantaar. Jeroen moet er een plafeur met zijn muziek. Jeroen Reuzen. Ja, Jeroen. Een van je Reuzen. Nou, even draaien van Waarnaas doen. Ja. Oh, Angela, dat is een beautiful game. Hartstikke goed, Angela. En hol zijn symmetrisch, hè? Dat kan je toch niet zeggen, weet je? In de chat. Ja. Met die accolades en die puntjes. Ja, nee, daarom. Accolades.
Dat is de acculoord. Met die acculoorders in die puntjes. Ja, dat is de laf van acculoorders. Van de Makaardes. Ja, Petter zegt ook. Sinds de, al die streams van Pedden en dat we erover begonnen, dit en dat, is op de brouwerij verbazen ze zich nog over de grote hoeveelheid bestelling. Geweldig. Ah, die Petstreams is ook altijd bier, hè? Bier, ja, bier, 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 bier. Niet drinken. En tot de volgende weer. Angela zegt... Arjen... Ik clip de hulletiet. Het is, er klopt iets niet. Bah. Of zal ik... Ik kan nog even één ding proberen, jongens. Geluiden. Zal die geluiden misschien te hard staan? Niveau. Nee, 73% heb ik hem altijd op. Ja? Oh ja, meer op een poopmachine. 70%. Ik zet hem op 70%. Moet mezelf wel even weer een beetje harder zetten. La 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 la. Oh. La. Nou, ik heb wat veranderd. We proberen het. Ik moet even kijken wanneer ik er een tiet heb, zegt JJ. Ja, kijk maar even, JJ. Ik denk niet dat er iets geks aan de hand is. Ik kijk zelf wel even misschien eerst. En misschien kunnen we beter eens een keer kijken wanneer we die Roadcaster Pro hier leggen. En dan eens even wat goochel. Is dat niet een keer leuk, JJ? Wel een leuk ding om door even met te spelen. Tento, Omroep Gelderland, elke avond 19 tot 20 uur. Alles plat, onder andere Roots, uit Drenthe, nostalgie. Mooi man. Geen dan. Van de week trouwens, ik heb de wist nog niet komen, dan kijk je nooit Twis. Ja? Kijk niet op Twis. Nee. Maar ik heb, door een nieuw item in. Oké. Okay. Niet Tech Talk. Nee, maar. Tik Talk. Okay. Leuke TikTok-filmpjes die ik tegenkom. En die prop ik allemaal in één mapje. En daar maak ik me door even een TikTokje van. Okay. Loop me die filmpjes in beluisteren. Superleuk. Ja. En ik heb er weer heel leuk in de rie staan. En ik wil er binnenkort geen speelman doen. 10 euro! Superjet! Dankjewel, Geert. Dat mag je gerust even bij zijn, hè? Dat gewoon nuim, hè? Gewoon ja. Een veurlijst. Geert. Hype voor Geert, dankjewel. Ja hoor. Oh ja, MJ die wil eigenlijk wel wat meer informatie over het luchtdrukwisselsysteem. Heel Pattern 600 bit. Ik mag vast wel zeggen namens de Stichting Ambachtelijke Vechtalbrouwerij iedereen bedankt voor alle bestellingen en jullie steun. Jullie steunen een goed doel. Nou. Pat. Pat. Wat leuk, ja. Een sponsor, joh. Oh, wat heb je weer een sponsoractie voor ons? Ik heb weer een kokos, man. Oh, ik lig wel eens even op de knie voor. Ja. En een prik, maar die ding was door mijn harige knie. Nee. Heb je harige knie? Oh, ik heb heel veel haar. Ik heb haar op mijn kiezen en op mijn knie. Hoe gaat het? En daar had ik laatst ook een neergegroeide harenplexie en waar de zon in schijnt. En de dokter met een vogelbek eraan zit erop. Nooit met een pincerie? Nee. Moest hij met een vogelbek? Moest gelijk de hele bodem lopen. Oh, dit kan echt niet. Kan niet. Sorry. We zouden nog rustig aan oefenen. Ja, zou niet. Speel man. Doe nog tien. Dat kan niet. Hij doet super chat. En nou zet ik er wat bij. Oh. Geert, jongen, dankjewel. Hij komt eraan. Ja! Nou, dan zet ik dokter wat bij. Dank u. Live it.
Even, wij gaan even binnenkort een begeerd bakje doen. Ja, groog. Ik heb de man nog nooit gezien. Meerdere keer. Ik wil er gewoon naar binnen. Sterker nog, ik heb al, ik denk 1 of 2 keer was ik door in de buurt met een klus. Waarvan ik dacht, ik moet even onderdalgen of even met laat mak beheert. En dan reageer ik nog heen en dan komt dat kloor. En dan wordt het racheld. En dan wordt het gewoon racheld. Dat moet werk toe. Ja, dat is super. Zulke mensen moet je in alle hoeken en streek moet je die een beetje zitten hebben. En dan kun je altijd redden. Zo is dat. Ja hoor. Kijk, absoluut. Wat best, die doet ook hype, hype, hype. Randy doet ook hype, hype, hype. Ik ben allemaal hypes hier. Dus ik heb hier er is ook goed nieuws. D66 wil graag halveren. Ja, is er geluk. Van 24 zetels bij de verkiezingen naar 12 bij de laatste peiling. Goed bezig, D66. Ja, dat is over politiek. Brood niet zelf. D66. Komt er aan, maar zie je het? Ja, ik gewoon hem zien. Pak alsjeblieft die John in. Ik trek geen woord van toe. Jullie zijn welkom, zeg Geert Kiek. Mooi, Geert. Super, jongen. En dan moeten we ook een keer naar albums. Ja, we zeggen altijd wel van alles, maar dan moeten we het ook doen een keer, hè? Bent met die jongens. En ik wil ook een keer naar Eddie toe en dan neem ik gewoon mijn camera met. Ja. En dan gewoon er even wat leuke beelden van doen. Dat zijn allemaal van die dingetjes voor de toekomst, jongens. Allemaal van die redenen om toch, te volgen, te abonneren en te dit en dat bij Amos & Co, jongens. Ja, ja, dat ben ik, jongens. Ja, ja. Worden die pommers? De pommers die steden over de ruimers heen. Ja, maar daar zit mijn zoordbak voor. Oh, dan moest hij er een maat hengen. Ik ken dat niet zonder zoordbak, want dan denk je er aan over. Moest wel hem omdenken, dan moest hem wel invullen met Frits. Ik kom niet weg, Koos. Ah, ah, dan ben je het te verzonnen. Worden het nog een stuk eens, hè? Kijk. Zal ik die front maar even zetten? Doe dat, want die weet ook niks. Wacht, ik riep wel even met de verdeler naar de Puma. Ach, die kinderen van Veurden niet eens opgedeeld. Bart! Bart! Wat is dit nou? Nee. Wat is er voor eugel? Wat is er voor eugel? Wat is dit voor eugel? Ik kom ook nooit bij die zuimers in. Oh, wacht. Oh ja, we zullen ook nog bij Duitsland rijden. Ja, dat wordt straks ook hoopje. In Jeune Mjurkje. Lammert die zegt weer even een koop bedankt voor weer een supergezellige week afsluiter. Ik heb nu al zin in de vlag van komende week. Chat, ook bedankt voor de gezelligheid. Tot de volgende. Lammert, lieve woordje, hoor. Doe best wel. En man, het weer zwaar voor Keen. Ja, maar ik kom. Ja, nee, inderdaad. Doe rest op vuur, even lekker tjaaltjes. Heel snel inruilen die CD. Die telt helemaal niks. Kijk. Daar bedankt voor. Ik sta hier weer te bijl. Ja, bijl is te bijl. Ja, maar ik heb nog geen zoortje. Nee, dan moet je helemaal klaar en overtengen met die staak uit het linkerhandje. Of rechterhandje, best rechts, hè? Nee, doe dat niet links. Ja, godsvriends. En op zit. Poemers, goeiedag hebben. Ik moet dat ding eerst hebben. Oh, dat is ook wel zo'n spannend muziekje, jongens. Of het allemaal wel goed komt, meteen. Ja, ja, ja. Dat komt, hè. Dat komt op de kloer. Een 2 roerden van duur. Oh, en ondergaan. Ja. Ja, ja.
Ja, maar hoe wil ze er nou zijn? Nee. Ik heb mijn haar. Oh, die cabine is er niet. Nog niet, hè? Kijk nu, niks doen. Ja, ja. Dat is het nog. Dat is het stoer, man. Zo stond toen gisteren ook voor Sleepmonds. Ja, ja. Kijk, dit wel. Die staat super in het berg. Wat klopt, kijk. Oh, hij gaat een beetje achterover. Ja, dat doe ik. Ik til hem op. En... Nou, hij blijft er wel heen, dat blijft er hangen. Ja, nee, komt goed. Moest even wat lucht in het band door. Zweef er weer op weg doen. Ik kom binnen. Nou, doe ik gewoon. Klaar. Nee, doe gewoon met een wals achter me aan, toch? Gelijk achter die aan. Maar doe eerst niet gelijk zo'n bal of saai. Die bal. Nee, hij moet, ook van steek, hij moet ook nog van steek komen, hè? Met een 8 meter... Ja, oh. Cowboy. Is een 8 meter zo'n cowboy? Nee, zeg. Zeg. Ik ben helemaal niet in het heren kennen. Saai, yes. Wel heel positief, heet Muus. is nou weer de combinatie een verdeelde ervoor en een saaie erachter? Ja, nou ja. Om er te komen, dat was het eerste struggle. Dat was de hele stream super real en nu ja. Dit, zegt Chris. Ja, excuses. Zet er die vent met walsmachine in daam. Ja, sorry, maar dan moest hem aan mijn kamer gaan. Ja, dat zegt ook mooi, maak ook. Oh, ik ben bij de pommes. Ik kom eraan. Kijk hier zo. Ik ben er. Ik kon gelijk even Gerst selecteren, maar anders vergeet ik straks natuurlijk. Ja, dan moest ik Frits er bij pakken. Maar Door was ook daarmee dus, hè? Wijk. De shovel zat ook in mijn kamer in. Doe daar. Alt-C, Ctrl-S, automatische werkbreedte. Ik pak even een lijntje van de Culo bijvoorbeeld. Doe ik nog even automatische werkbreedte en dan terug en dan ga ik vooruit. En dan pakt hij hem weer. Dan moet ik even weer... Oh. En daar, zussens. Moet ik even een ander lijntje pakken. Oh, even in de sloot. Goeie, daar heb hem. Zo. Ik wil het niet zo verliezen, maar dan denk ik dat je weer een lijn stond. Wat? Wat? Ken je niet nou? Kind is een kopweg en saaimachine. Dat niet in één werkgang doen. Wat? Dat moet toch ken. Er moet een bouwpoot tussen. Nou, dat kan van alle trekken. Nee, dat kan ik niet. Wat is dit? Nee, dat moet een plaugmachine worden. Een paar kilo maar. Met pommers. Met pommers? Wat is dit? Ik kan hem nooit duipen erin krijgen of zo. Dan krijg je hem niet diep genoeg in, Carl. Dan moet er 100 kilo bij om aan te drukken. Ga er hem op staan. Ja, ik heb het toch zelf ook massa. Ik heb massa genoeg. Zet hem de GPS aan, ga er met die Rihanna ding en boom op staan. Ik zit boom op hek. Terug. Kiel nog aan het houden, dat wil al. Die grond die is dichtgeslagen, Muus. Die is helemaal dichtgeslagen. Even gekult in die fucking fire, man. Nee, dat bedoelde ik niet, maar... Oh, en toen kwam ze het raad. Dat was even een leg spike of een voice crack, ik weet het niet. Poemers, waar bist u hier? Op planten. Hoi. Hey, Les. Blijf hier maar snel. Ik wil kunt niet vaaien. En tot de volgende man, Kobe Baalde. Tot de volgende. Ik zit hier vast in brug misschien. Nou, wat stom dat je met een kopweg dat niet al gewoon direct doen kan. Ja, die grond die moet even gevoeld worden. Dus ja, moet je even voelen. Ja, maar
Ja, maar die is helemaal dichtgereden, hè? Die moet je niet dichtrijden, joh. Oh, even lengere. Dat zei hij wel volgende week, ja, nou. Ik kom eraan, Emus. Ik ben weg. Ja, ik denk, ja, waarom kan ik hier nou langs? Is dit een hek nooit te kunnen draaien? Er ben een hek die me nooit te kunnen draaien, nee. Er ben een hek die wel te kunnen draaien. Sommige wel, sommige nooit. Ja, maar dat is in het leven ook zo. Zijn buksen bij waar je niet in mag, hè? Nee, daarop. Weer super streamtoppers. Dankjewel, Eddie. Fort Museum Boot 5, dankjewel. Altijd is hij erbij, hè, Eddie. Superman. Dankjewel. Wat was dat? Wat een rip, hoorde ik. Ja, dat was een appy. Oh, van een zoutje, zeg. Er is toch een bummer in je ziertje. Maakt nog een kut. Ja, man. Ik kom alweer klaar. Ik klap het dan nog maar. Nee, ik kom binnen, Kiek. Ik zal de staaier niet zetten, maar ik denk straks dat ik de gaasgolie tegenleef. Hier, ik pak je heel warm, merk je me niet schuld. Nee, rap maar op. Nee, die bouwt er ook een bal voor. Want die drainagebuizen, als die hem aanwezig voor ze zit. Ja, maar die wist hem, wacht even, met maar, moest de zeggen, moest even zeggen voor ze zit, man. Oh, ik moest me niet in mijn overhaak neerreden doen. Ja, hier is een pipi. Hier moest hem omhoog. Ja, ik heb mijn kar, ik zet hem een stukje, ja. Hier zit een en dan kies gewoon vol gaas, maar hier zit niks meer. Hier zit geen pipi meer. De pipi magen? Ja, pipi magen. Hier is aan een zes toe. Ja, door. En dan in. Ja. En nou. Oh, nou. Ja, zag je hem, hè? Ja, ik zag hem. Goed zo. Hier bij de kuultjes er nog heen, zeker? Nee, er zit geen pipi. Nou, dan net verstopt, maar die heb ik les nog een pipi gemaakt. Ja, nee, dat last heb ik niet voor, dat heb ik zo aan, maar... Nee, ik had hier nog pipi gemaakt gedaan. Ja, dat weißt stimmt, du doch. Dat stimmt. Dat is keine pipi meer. Schade. Ah, daar komt Tines aan. Tines, die moet op bergen. Tines moet op bergen, jongen. Maar morgen nog juf. Nee, morgen vrij. Oh, is het weer vrij? Ja, niet best. Gebeurt er nou wat op die schaal? Ik betaal het niet meer. Wat zeg? Krok. Ja. Ah, oh, Mark zegt net dat een superchat! Van Vijven zegt bedankt voor de mooie stream, weer goed gaan. Bedankt voor de mooie stream, weer goed gaan. Dankjewel, Mark. Superman. Toppertje. Nou, we ritten hierheen en dan stoppen we met Merco. Zo is dat. Het was een lang weekend, dus... een heavy weekend. Een heavy weekend, ja. Dat is wel... Ik heb wel aan hier. Ik zit er helemaal doorheen. Oh nee, ik zit op stoel. Pap me. JJ die zegt, kom aan jongens, dat is wat lichter en ook goed. Hij krabt alles kapot, misschien. Oh, alles gaat kapot. Alles gaat kapot. Machtig. Die pommers, jongens, dat goed. Is een aanwens. Ook moest dit Tufke hier ook een berg holen, hè, doe. Ja, ik denk maar dat... Die dame ook... Wat gaat er in die dame, doe? Doe het net mol, doe trekst de bol. Misschien, joh. Alles is kapot. Ja, jij mag. Ja, ik heb body, joh. Ik heb wat waaierlijk nootje. Hier ook gelijk. Oh, niks mis. Oh, raar, heel hier nog wel. Doe Rob. Doe Rob de hele naam kapot. Hoe was dat morgen, zouden we erin? We gaan volgende keer verder. Het is me helemaal overraak. Ja, ik heb het alweer in gehoord. Hoi, Kiel. Zo, ik ga wel weer voor de poemers staan. Want die was er weer in Beeldem. Nou, jij zegt ook, het was een mooi weekend, maar het was ook een vol weekend. Het was een druk weekend. Ja. En we moeten volgende week ook weer bij, jongens.
Zo is dat. We plaffen. In heel de avond krijg je nog een keer. Oh, in heel de avond krijg je nog een keer antwoord. Sorry, Kobe. Excuses. Jongens, sommigen zie ik er ook weer. Zie ik het niet. Pieter Veenig zegt, ik ben er ook weer. Goeiedag, en Pieter. Jong. Hey, Pieter, die heb ik ook nog zien van het weekend. Ja, ik heb nog even gesproken. Goeiedag. Is dat weer naar TikTokje, Pieter? Van de vijf. Pieter is altijd helemaal wild met een TikTok. Ik denk dat of Thijs of Pieter een van de meest getiktokte TikTok-trekkers heeft van de TikTok. Ja, toch? Ja. En Petter zegt, het was een weergaloos weekend. Ook deze afsluiter was weer top. Het kerkje op de appelmoes. Oh, het kerstje, denk ik. Of niet? Kerkje. Bedankt Hils. Ook bedankt Petter. Hartstikke leuk. MJ, heren, bedankt voor dit mooie weekend. Nieuwe connecties en nieuwe gezichten. Het was top. Petter, kerstje. Ja, precies. Later Emuske en Kooske, zegt Rico AGM. Matthee van den Berg, Trusten. Magic Ivy, bedankt maar weer. Ook bedankt, jongen. Chris zegt, was een super weekend. Tot de volgende, Chris. Hartstikke goed, ja. Bram, was een mooie stream. Tot de volgende, mannen. Ook bedankt. Dredelijk Wieriga, mannen, bedankt voor een mooie stream. En graag tot de volgende week. Pieter zegt, ja zeker, kiek de TikTok-trekker. Pieter. Groeten, laat je nog even weten, Ko, zegt Duits. Ja, Harms ja, zegt ja, 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 ik laat het zeker weten. Ja, Nijman, leuke stream weer, mannen. Bedankt voor deze weekend. Afsluit de telefoon. Ik sma weer. Tento, bedankt. Geniet van de acculader. Dankjewel, gaan we doen. Dinant Horlings, het beste mannen. En Luca, was weer een mooie stream. Kills, telefoon. Jongens, hartstikke bedankt voor al jullie positieve, fantastische chat. Ik ben wel bezig blind met de veur lezen, maar doen we niet. Co-ed laatste woord. Ik wil in mijn eerste zeggen. Mensen, bedankt voor alles voor vanochtend. Komende week, dinsdag, komt de vlog online. Verwacht ik. Gewoon ik van u. Wil ik verder nog even een keer een streampje doen? Jazeker, op Twitch. Wie er meedoet, zien we wel weer. En dan ben wij, Co en ik, op zijn minst volgende week zondag er weer bij. Want de Formule 1 is Engeland, dus dat is mooi op tijd 's middags. Zo inderdaad. Mensen, aan mijn kant, welterusten en tot de volgende week. Ko! Yo! Ik wil iedereen weer super, super bedanken voor deze hele fijne avond. Elke week maar weer zijn jullie in grote getalen aanwezig in deze hele fijne livestream. Wie hot op wel van heeft nu, hè? Jazeker. Nou, mensen, voorzichtig aan van de week, volgende week en op naar volgende week zondag live. Yo. Om 8 uur, hè? Of zullen we 5 over 8 noemen? 5 over 8, hè? 5 over 8. Nou, helemaal goed. Mensen, doei. Mooi. Het is niet verdomme brood, het is weer zondag hond. Ik slinger de pc maar aan. De stream staat in de weg, hoi had hem in de maag. Een paar minuten weg, dan gaat het los. Wie ben hier voor de lol? Wie lul was dit wel vol? Wie hadden dit ook nooit verwacht? Dat dit zo wordt waardeerd, is ons al ons weer. Ik snap het nooit, waar is nou echt de kracht? Die gewoon begon, hier in Graan. Zo'n haksom kummer streun, de barom al die vloer. De maatschappij aan de gang, nee, wie ben nooit bang. Zo'n man vaak is woord omdraaid. Zelfs om in een beeld, nee, omdat verveeld. Maar omdat gaan on desinfecteerd. We gaan beginnen. Allemaal met m'n koor. Zijn haks om te me streun. De barrel houdt weer vloer. Die gaan begin. Hier in grun. Allemaal met m'n koor. Zijn haks om te me streun. De barrel houdt weer vloer. De show is door de pret. Drapt in de chat, de doekjes van al die mooi laag. Met de abonnees
is er altijd feest. Op zondag op met Remus en Co. Die grondigen, die riegelen, allemaal met me door. Zijn hart zo'n kunnen streun, de barom al weer vloer. Bottle.